Hallo allemaal, welkom bij de stream. Leuk dat jullie er zijn. Super gezellig. Hallo frikandellen en chromo. Zijn er ook frikandellen in de chat? Oh ja, Hollandse frikandellen is er. Kijk er even aan. Altijd fijn. Is er ook een Spaanse frikandel? Ben er benieuwd naar. Ik weet wel dat er een Mexicaanse frikandel, maar ja, dat is altijd wat, weet je wel. Welkom allemaal bij de stream. Leuk dat jullie er zijn. We gaan vandaag GTA doen. Start hem allemaal op GTA op de PC. Nu starten, anders word ik boos. You gotta start it right now. How is life? Ja, gaat lekker man. Gaat goed, Chrissy. Ik kom ook zo netjes in de Skylines te kijken. Leuk video. Thanks man, thanks. Nice Bami, dankjewel voor je support. Daar ben ik heel erg blij mee. Dankjewel daarvoor. Love deze vibe. Gaat nu al leuk. Ja, hey, hallo Lodewijk. We gaan altijd gewoon als een dikke aardappelkanon tegenaan natuurlijk. Hè. Dat is altijd leuk. Maar ik ben niet alleen, want de enige echte Rob Challe en Brian Boone. Hallo. Hi. Hallo. Hi Night Riding Quick Clapper. Succes jongen, werkzaam. Zet hem op, vrijdagjarig, ouwe bokpoot. Haha, I like it when somebody is bijna jarig. Niet te geloven dit. Wij gaan de game opstarten, let's go. Online, play, invite only session, let's go. We go in the match in the game. Ik doe later mee, is goed jongen. Goedenavond Petje, how you doing man? How is life? Speel je Fortnite elke avond, maar dan na de stream zeg maar, want ik ben verslaafd in mijn eentje. Hey, dat is een ander spel. Rob doet ook heel veel voor mij. Ja, ja, maar ik moet nou een beetje keuzes maken. Ja, nee, anno en ja, je weet het. Ja. Gaat goed, Pukje, gaat goed. Maar Fortnite is mijn, hoe noemen ze dat? Guilty pleasure, toch? Ja, zoiets. Ik doe het vooral tussen 12 uur 's nachts en 7 uur 's ochtends. Ja, ik ook. Ik knoei. Ik ben altijd 6:30 's ochtends Fortnite aan het of kleding aan het verbouwen. Maar ja, dat is lastig hoor, maar branden naar de kledingboom. Na 10 dagen Curaçao is het stream van Chroma wel lekker hoor. Kijk, lekker hoor. Devil Eyes. Thank you so much voor je 100 bits. Dankjewel, welkom bij de stream. Leuk dat je bent. Dankjewel voor de kleurenverandering. Dit doet me goed. Thank you. Online. Als jullie even op de PC om opstarten, iedereen met GTA op de PC kunnen namelijk meedoen. Vind ik altijd hartstikke leuk. Create. We noemen hem. Wacht even. Ja, kan ik gewoon dit doen. Hoe? Kort rondje. Nee, Mark is er niet bij, dus komt goed. Kort lontje. Nee, dan heet het Mark met 5 uur. Hey, Mega Rams, dat is altijd cool. Crisscross, dat is goed. Beetje soort face-to-face, maar niet te overdreven. Hoe leuk is dat? Ik heb even uitgezocht. Ik denk, ik gooi er even een paar leuke bij. Mark, waar blijf je nou? Ja, we mogen al starten, zegt hij. Dat vindt hij goed. Mark, mogen we al starten? Ik zal gewoon wachten tot hij is. We wachten op jou, Mark. Waar blijf je? Ben je weer aan het vappen? Oh, hij zit op de wc, want hij zit in de chat natuurlijk. Dat meen je niet, Mark. Dit meen je niet. Mark, kom nou. We wachten op jou, Mark. Kom maar, zometeen zit de playlist weer vol. Je weet hoe het gaat. Hier, we hebben Marcus Hart en Marcus Pummel. Dat is niet te geloven. Ik vind de nieuwe setup zo ziek. Ja, maar die is nog lang niet af. Maar ik ben al wel blij dat je nu al ziek vindt. Goedenavond, Brendus. Dankjewel voor jullie bits. Devil Eyes, dankjewel trouwens nogmaals. Hé hey, jongen, goedenavond. Ik kom eraan. Nice, Brendus. Super gezellig, man. Mark gaat hard op het toilet. Ja, Mark is die dreggies aan het uitpoepen, hè? Die hele riolering naar de galamies aan het schaten. Nou ja, waarschijnlijk is de riolering straks uitgehoond door Mark's rol die er doorheen is geknald. De riolering is gewoon 25 meter breder geworden. De pi is zeg maar gewoon vergroot. Het is niet te geloven. Dat is een nice spel, ja zeker weten, Xbox Gamer. Kan ik meedoen op de PlayStation 5? Nee, dat kan niet, alleen PC. Ik ga Mark zijn kontje zoeken vanavond. Oh. Hij zit op de wc, Brendus. Ik weet niet. Ik weet niet of het verstandig is of je er verstandig aan doet om zijn kontje te zoeken. En noem het ook maar geen kontje. Beeld even gewoon Mark zijn kont even in, jongens. Even nou, niet seksistisch bedoeld. Maar dat is een oude mannenkont. Oh man, en dan die tar... Ai, ai, ai. Waarom beelden we ons dit in? Dit is shit! Ah, ik moest nog eten halen bij de Mackie. Ah, Mark het weer een gezond dinertje. Nou dan, in dat geval start ik hem. Dan is hij nog langer aan het schijten. Bij de andere winkel. Ja, dat is logisch toch? Als jij bij de Chinees werkt, heb je ook wel zin in een stampot. Als je de hele dag aan het bakken bent, dan ga je... Oh wacht, McDonald's is hetzelfde als de Burger King. Hoe krijg je het naar binnen, Mark? Gore shit. Simpel, mond open en naar binnen schuiven. Ja, echt hè. Ik denk dat Mark gewoon echt nu in één keer gewoon een hele broodje met karton en al naar binnen schuift zo. Ik mis soms nog wel die ouderwetse piepschuim. Wat las ik trouwens net? Net las ik dat ze voor kinderen patat willen afschaffen als snackbars het niet gezonder maken.
Echt waar, joh. Ja. Het wordt tijd dat de politiek even opdondert en dat we zelf weten wat we doen. Waar slaat dit op? Nee, nee, daar zijn we niet van genoeg volgens hen. Opdonderen met dat figuur, vieze flikjes. Ik heb geen goede auto's. Maakt niet uit, Thijs. Ik ook wel. Dus ik maak je in. Dankjewel. Ik heb goede auto's en ik kan niet rijden, dus dat scheelt ook alweer. Nou Rob, je was pas een keer één keer eerste geworden laatst. Ja, één keer? Ja. Nou, één keer en de laatste keer. Ja, maar nee, laten we maar beginnen, want Mark is er niet, dus dan kan ik nu nog veilig rijden. Ja, dan kun je nu... ook kakken. Want er ging niet zoveel gebeurd. Ja. Invite crew members. Crew members, come in and invite them in the bed. Come in and out. Exter. Oh? Thijs Stoffelsen. Ja, oké, okay, jij ook. Via telefoon, wat? Hè? Ja. Brent. Broccoli snuiven, mijn favoriete blokker in Broccoli snuiven. Ik ken er ook maar één, maar Björn, Jo, welkom bij de stream, man. Allemaal nee, welkom bij de stream, trouwens. Hoi, hallo. Wat heeft iedereen gegeten? Mark McDonald's, Rob, jij? Een broodje, lekker. Ja. Geen zin. Ik nasi kips thee. Challe, jij? Iets van aardappelgratin met een boomstammetje. Wat? Van die ronde aardappeldingen. Ja, uit de frituur die dingen. Nee, die vond ik in de oven. Oh, in de oven, ja. En dan een boomstammetje uit de oven. Ja. Nou, dat is mijn avondeten. En brandweer jij dan? Pannenkoeken. Wat? Pannenkoeken. Net alsof ook dat heel normaal is. Ja, pannenkoeken, wat anders. Ja. Gewoon pannenkoeken. Dat kan toch? Lekker brandweer, uit de oven. Ja. Uit de magnetron. Ja. Oh, kan wel. Dus jij vreet de hele week nu pannenkoekenbrandweer? Ja, jij niet. Nee, wat heb je gisteren gegeten dan? Gisteren? Koekpannen. Ja? Nou? Nee, ja, ik ben met mijn schoonouders gegeten. En wat heb je daar gegeten? Ja, iets gezonds. Ja. Iets gezonds, nou vertel. Ik weet begon niet meer wat, was wel in ieder geval ook mijn kip erbij, maar... Ja, oké. Okay. Kip tandoori? Nee. Gewoon de KFC dus. Oké, okay, ja, nou, lekker hoor. Lekker. Ik ben nog op start. Het is goed, Jos, jongen. Rustig aan. Zag voorbij komen op TikTok dat je vader bent geworden. Gefeliciteerd. Dankjewel, Tino. Dankjewel. Groetjes van Freddy van Mariska. Dankjewel. Groetjes terug. Hij heeft je wel gemist. Waar was hij dan al die tijd? Freddy. Kom op, ik ben blij dat je back bent, Freddy. We miss you, man. En DJ Sobeat. De Jordi, dankjewel voor je onderbit, jongen. Dan geef ik hem ook gelijk een andere achternaam. Heineken. Challe. Freddy, ja. Heineken? Wil jij mij uitnodigen aangezien Gerald niet wil? Ik heb net twee keer de invites uitgeknald. Ik zal het over voor jou doen. Ik heb niks gehad. Oh, dan komt hij niet binnen, want ik heb het echt gedaan. Nu heb ik wel niet wat. Ja, nee, oké. Ik laat nu. Story is good, bro. Yo, Bami Bal, ben er weer. Hey, Ivar, ouwe geitenketser. Welkom, jongen. Leuk dat je er bent, man. Freddy keek je elke keer op YouTube. Oh, gelukkig. Ik miste Fred al, maar ja, met video's gaat het lastig om te communiceren. Ik miste Fred hard. Fred, ik ben blij dat je terug bent, man. Welkom in het leven van GTA Rob, zei Brendus. Ouw pierenbatser. Ja, ik antwoord me al ineens persoonlijk, denk ik. Oké. Okay. Ik moet vroeg gaan, rond 9 uur. Thijs Stoffelen. Dan ben ik ook al kapot, jongen. Geloof mij. Wacht even. Je zit er ook in de game. Nice. Groetje België. De groetjes uit Nederland. Wij zijn Hollanders. Hallo. Hoe draait vandaag op de snelweg? Mijn god. Is Steam de beste plaats voor GTA PC te kopen? Ik vind het fijnst, maar het maakt niet echt uit wat je zelf doet. Ik heb deze op Rockstar Lounge trouwens. Kan ook. Gewoon op Rockstar Lounge zelf. Tot hoe laat ga je ongeveer streamen? Dat weet ik nooit, Janneman. Robinson. Gaat goed, Mauro. Gaat lekker, man. Gaat top. Yes. Laatst voor het eerst de deur uit geweest met de kinderwagen, jongen. Ik ga binnenkort trouwens de wagen show, hoor. Ga ik gewoon even een bike check, even een car check doen. Even de velgen, lichtmetalen velgen, alles erop en eraan laten zien. Pimp mijn kinderwagen. Pimp mijn kinderwagen, jongens. Pimp mijn stroller. Tuned, jongen. Ja, nee, wordt dikke kaas. Hey Freddy, Dragonfly. Ik haal graas op Epic Games. Dat zou ook kunnen, ja. Het is net wat je zelf wil. Jos, ben er nou nog niet? Jos, schiet nou even op, man. Sloom gedonder altijd met Jos. Jos, waar blijf je nou, man? Nee, niet naar het skatepark geweest. Nee, dat niet. Heeft kinderwagen turbo? Ja, sowieso. Ik heb volgens mij iets van... wat zal het zijn? 10-inch velg of zo? En voor wat kleiner.
7. Maar echt dik getuned. Ik ga binnenkort een dikke TikTok maken, dus volg me op TikTok. Ja, prima voor de halfpipe, toch? Ja, ik ben even ook wat TikTok-video's eens maken. Ik ben even helemaal TikTok-video's aan het maken deze tijd. Ja, ik ben een famous TikToker geworden. Binnenkort ga ik mijn boobs en mijn ass laten zien. Je bent 30 en je komt op TikTok. Ja, maar, ja, ik ben 30. Kunnen we nu op de TikTok platform voor oude lullen, hè? Ja, midlife crisis. Yep. Het, hè? Ja, ik kon een cabrio kopen of TikTok starten. Nou, dat heb ik gedaan. 50.000 volgers, dankjewel. Yes. Gaat zo makkelijk met TikTok views pakken. Dat gaat nergens over. Alleen je krijgt er niks voor, dus je hebt er ook geen reet aan. Maar goed, het is heel makkelijk views pakken. Dus als je op TikTok gaat, als je makkelijk views wil pakken en je wil, weet ik veel, views pakken, dat is ook het enige wat je daar kan doen. Je hebt er zo'n creator fonds daarvan? Daar zit ik niet bij, kan je vertellen. Dus, is het ook een echt goede verhaal wat ik daar heb gehoord. Nou ja, TikTok is echt simpel. Ik plaats een filmpje, up, 28.000 keer bekeken, 46.000 keer bekeken. Er is ook zo eentje, er zijn mensen die doen dan zogenaamde life hacks. Zit een kabel door van een oplader door zo'n oor van zo'n beker. Ja, dit poep. Plaats die hele oor eraf, terwijl ze gewoon die stekker eruit die stekker kunnen trekken. Ja, de moeilijkste dingen, dat is verschrikkelijk. Ja. Binnenkort in de Mankini, sowieso. Sta ik de dans op TikTok? Nee, ik ga niet dansen op TikTok. Nee. Denk nog een minuutje, is goed Jos, de minuut gaat nu in. Mariska, niks op TikTok, dankjewel voor je 100 bits. Thank you so much. Onze favoriete Frette zegt, oh yeah. Alleen BMX op TikTok? Nee jongen, hier. Kijk naar mijn stream. Daar komt ie. Even kijken hoor. Hier, dit is een TikTok. Oh ja, ik had ook die van de man hier gezien. Ah, hij praat er dwars doorheen jongens. Sorry, het spijt me. Deze doe ik voor jou, Challe. Ja. Die had ik gezien, ja. Ik dacht dat de jongen... Heb je ook TikTok, Challe? Ja. Hij heeft TikTok, die Challe. Holy ik heb shit. Wel niks, maar kijk wel. Hij kijkt voor de ladies. Kan niet anders. Of voor mij. Brendo's left. Lekker Brendo's. Goed gedaan, jongen. Je maakt plaats vrij. Ik vond ook die leuke die had uit van de man die... Invites komen nu. Challe, wil jij een keer een dansfilmpje maken op TikTok, dat we dat kunnen zien? Nee. Hoezo niet? Omdat ik niet kan dansen en ik heb de... Ja, wat maakt nou uit? Heel TikTok kan niet dansen. Iedereen die daarop zit. Ik heb wel jezelf respect. Het is niet heel veel, maar dat wil ik wel graag houden. Ja, je hoeft geen respect voor jezelf te hebben, jongen. Het enige waar je respect moet voor hebben is je naaste. En ouderen. Dus een beetje respect. Ja, dat zijn je ouderen zijn ook je naaste, Rob. Oh, oké. Ja. Sorry. Ja, ik ben oud, ik vergeet het. Behalve mensen in de politiek trouwens, daar niet voor. Want die zijn klootzakken, die willen dat kinderen geen friet meer mogen eten of patat. Dus... Normaal mogen kinderen niks meer. Nee. We mogen niet eens meer een mesje halen bij de Aldi. Binnenkort over 100 jaar mag je niks meer als je nog geen 18 bent. Dan mag je alleen maar thuis stil zitten achter je computer of zo. Maar dan mag je ook niks kijken. Ja, en dan mag je alleen maar... Wat zou je toch goedgekeurd hebben, hè? Ja. Ja, is leuk. Hallo, Hugo! Hoe is het, jongen? Twitch had weer geen melding gestuurd. Story of my life. Onze favoriete Fred is de Mariska. Dankjewel voor je 100 bits. Super bedankt. Michael Enting, dankjewel voor je 100 bits. En goedenavond. Nou, ik ga hem starten, Rob. Is dat goed? Ja, prima, joh. Badadadadam. Ik heb er nu al zin met GTA. Ja, jongen. We gaan de keihard tegenaan. Dat kan niet anders. Dit wordt gewoon knetterhard bloedworst. Puggen worden ook verboden in... Ah ja, bier en wijn mag dan nog wel. Ja, nog wel. Nog, ja. Nog wel. Op een nummer mag je helemaal niks meer op deze scheidaarde. Maar dat moeten we ons gewoon niet laten gebeuren, hè. We moeten gewoon een keer op gaan staan allemaal. Zeg, op donderen. Gewoon wijn verkopen en ja, maar... beuken bij de slager. Ja, maar dan komen de politie erbij. Het is gewoon lekker, man. Doe maar een onsje gehakt en een pakje check. Dat moet gewoon kunnen, toch? Wat een gedoe allemaal. Kan je niet chromatech.nl zetten of zo? Op de plek van Sandsweb, Seedsweb. Nee. Dat kan ik niet editen. Daar ben ik niet handig genoeg voor, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, mogen de beste vrouwen winnen? Dus Challe, je maakt kans. Here we go. Daar gaan we. We gaan ervoor zitten. Ik werk bij de Jumbo en ze willen dat de leeftijd op controle op kartonnen mee. Oh shit, gassen! Oh nee, ik word gebukt. Ik heb nog ineens de kans gehad om gasten te geven. Holy shit, jongen. Ik ga wallriden. Oké, laat maar. Dit was geen succes. Oh. Ik ben ontploft. Iemand blaast mij op. Gadverdarrie, jongens. Dit is nu al verschrikkelijk. Farming gaan van de week doen.
En ik wil ook nog ETS binnenkort doen, dus dan weten jullie vast. We gaan heel veel doen. Dank je. Hey Rob. Hoi. Au. Ja. Yo. Woehoehoe. Nice save. Yes, let's go. Doorrijden. Oké, laat maar. Ik ga op de kop rollen. Nu. Negende, zegt hij. Negende? Negende? Die gast is supergoed. Ik ga even gas geven. Ik heb nog niks gedaan. Ik word alle kanten op de boot. Ben negende. Oké, rustig aan. Hey Rob. Oh. Hoi. Doei Rob. Oh. Hey Rob. Oh, mooi koprolletje Rob. Lekker man. Ja, ja, ja. Oh, spinnetje. Rob, pas op, daar kom ik aan. Oh, oh, Rob. Ja, dank je. Oh. Oh, Rob, ik ga hard. Ik ga heel hard. Oh, ik ook. Ik ga te hard. Ik doe een koprol. Ik ga op de kop. Ik ga op de koprol. Ik doe een op de koprol. Ik ga heel hard. Ik doe dit. Ik mis de checkpoint. Ik heb een... Oh, ik laat een shoescheetje ondertussen. Dit is verschrikkelijk dit, jongen. Ah, de crew zit niet vol, dus als je in de crew zit op de PC kun je joinen en dan kun je meedoen en dat is super leuk en dan gaan we keihard lachen en dan maken we dikke lol. Was jij dat Rob? Ja, ik doe even cheaten. Wat doe jij daar dan? Even gekeerd. Even gekeerd? Ja, hoe doe je gekeerd? Ik heb een checkpoint gemist en toen moest ik terugrijden. Toen dacht ik van hey, als ik dan nog iets verder terugrij, dan ga ik gewoon binnen door. Oh! 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 Hallo! Hoi, sorry. Ik bug die frikandel om. Let's go. Uh-oh. Oh, oh, rustig aan. Oh, ah, au, ah, jeetje man. Als je gordel hier niet... Ai, 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 Niels. Ik schrik me kapot van. Hallo. Valhalla. Puur focus hier jongens, ik probeer een beetje een goede score neer te zetten, maar het zit me nog niet helemaal mee op dit moment. Oké, daar gaan we Niels! Dankjewel man! Wow, joh! Haha! Oh, er iemand opgeblazen, mijn dag kan niet meer stuk Niels. Mijn dag kan niet meer stuk, jij bent bijna jarig, man! Jouw dag kan ook niet meer stuk. Wat was dat dan? De meest harde motorkap alle tijden waar ik tegenaan reed. Maar het kan gebeuren. ETS speciaal voor mij op mijn verjaardag. Je bent echt een held. Ja, ik weet dus niet of ik er vrijdag ben, want ik heb vrijdag sowieso een barbecue. Dus hoogstwaarschijnlijk ben ik er dan zelf niet. Snap je? Dat gaat lastig. Dus ik ben vrijdag weer ook weer real life ATS. Ah, jij hebt real life ATS. Ja. Oh, dus... trouwens, dat ik echt klaar ben voor mijn code 95. Nee, maar dat zeg je nu, dus nice, goed bezig. Ja, en nog verkeersmaatregelen diploma te halen. Oh! Dus Niels, die weet precies wat je hebt gehaald. Super pro hier gewoon, die guy. Ja. Hey Rob, jouw. Niels, als ik er ben, ben ik hem. Maar anders doen we hem gewoon een andere keer inhalen. Dan doen we alsnog gewoon een beetje jouw verjaardagstream, oké? Allee, dat gaat lastig. Maar, welkom bij de stream en super bedankt voor je support. Mag een hartje in de chat voor Niels? Uiteindelijk blijft die Valhalla toch een favoriet van iedereen, hè? Ja, dat komt wel lekker hard voorbij. Ja, ik ga snel jongens, maar niet snel genoeg, want Snow Sander gaat keihard. Oh man. Oh, let's go! Oké, die gaat mij zo rondblazen, denk ik. Oh, wallride! Ah! Hi, hallo. Hoi jongens. Ja, dat is op tegen de muur. Nee, niet meer. Hey, Brendus. We zijn 9e, 10e. Ik lig nu weer 17e, denk ik, want ik heb zwart scherm. Oh, nee, dat ben je niet. Zo, lach, nee. De lach, groetjes, nee. Jongens. Oh! Ik ga de verkeerde kant op. Oh, ik ben nog steeds 9. Oh, eerste plek verkropen hier. Kom op, hou vol. Rob aan de kant. Aan de kant. Oh, kak. Shit. Nee, dat ben je niet, Rob. Ik moet aan de kant. Help! Ah! Oh! Haast! Ik zit op haast, jongens. Niels! Hier, daar ga ik! Waar moet ik nou aan een liedje denken? Komt hierop!
Komt hier op! Heb ik je niet? Nee. Was iemand anders die daar zat. Oh, heb ik... Oh, ik heb jou ook! Ik heb er gewoon drie! Nice! Dat was een harde klats. Ja, ik probeer even mijn best te doen hier, jongens. Om zo snel mogelijk te rijden, maar het lukt niet altijd. Oh! Oh shit, ik jongens, ik voel de maan uit. Stappelijk. Ah! Help nou, auto! Ga nou alsjeblieft een beetje rechtdoor gewoon. Oh man. Kom op, nee. Niet dit soort taferelen, want dit gaat te sloom. Dit gaat te traag. Kom op, doorrijden! Komen 46 frikandellen aangeklatst. Maar Niels, thanks voor je support, jongen. Dankjewel. Michael, dankjewel voor je onderbits. Thank you so much. Oké, kom op, go. Oh, wat? Wie ligt daar dan weer? Oh, dat meen je niet. Oké, ga en door. En door. Thank you so much, respawn. Ah, gadverdarrie. Dit meen je niet, Josh! Ik kan nu geen respawn gebruiken! En wil die idioot die uitgetapt is even instappen? Ah. Ja, anders ben hem gewoon zo, hoor. Dat komt goed. Oh, oh. Oké, kom op. Oké, rustig aan. Remmen. Ja, heel goed. Even een dikke catch hier zo. Derde plek, what's going on hier? Mag jij niet klaar? Ik wil 10 plaatsen. Door mijn respawn, hè. Oh, door de respawn, Michael. Dit is niet te geloven. Dankjewel voor het... Ja, kak, nee! Niet voor de finish! Morgen goed! Verdikken we. Tweede plek, kom op. Yes, tweede plek. Come on, we can do it, man. We can do it. La 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 la. Gehaktbal. Tucker Pride, dankjewel voor je 21 maanden subscription alweer, jongens. 21 maanden is een hele... Nou, dat is een heel mooi getal. Thank you so much, man, dat je er al 21 maanden bij wil zijn. Weet je wat het nadeel is van subben? Je gaat je er zo oud door voelen of zo. Ja, je gaat, omdat je gewoon ziet van, god, die gozer kijkt al 21 maanden, holy shit. Maar, mijn dank is zeer groot dat je al 21 maanden me wil supporten, dus dank je wel daarvoor. Ik ben benieuwd inderdaad wie de 6ix9ine maanden gaat halen. Dat zou Dennis. Vet zijn. Die Dennis het nog wel halen. Dennis zie ik het wel halen, ja. Want die kijkt al zo lang. Dat bedoel ik. Die kijken sowieso al 6ix9ine maanden, maar ik bedoel dan hier op Twitch. Mijn oma haalt het misschien nog. You never know. Hoe heeft iedereen iets voor zijn chat? Ik snap niet wat je bedoelt, maar ik vind het cool. Ja, la 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 la. Bridget Zwolle! Heeft een suppie gekregen van Silver Guy. Rob, is dat jouw alternatief account? Of is dat iemand die indruk wil maken op jouw vrouw? Ja, ik denk het. Maar, ja, mevrouw, bedankt. Ja, jij weet ook helemaal niet natuurlijk wat je vrouw doet verder, want jij zit altijd achter de computer. Hoe raad je het ook. Ja. Dat is een sub, Mismos. Dat is een sub. Nice gedaan, Challe, mooi bochtwerk. Oh, Challe, je bent dood. Ja. Hey, Silver Guy, dankjewel voor je gift, sub, man. Heel erg bedankt, dankjewel. Mark, wat heb je gegeten? Door. Ja, was gezellig, doei. Een Double Big Tasty en wat kipnuggets. En geen friet. Ja, menu. Groot of klein? Voordat ik thuis was. Groot of klein menu? Normaal. Een medium menu. Ja. En dan ook nog hoeveel kipnuggets? 9 kipnuggets erbij. Een dikke Double Big Tasty erin. Zo. Dus je zit lekker vol voor een half uur. Ik was pas om 6:30 klaar met werken. Ja, dat is een normale tijd toch? Ja. Die moet nog werken, Mark, dus jij mag niet klaar. Maar ik ben aan het werk, jongens. Jullie mogen niet klagen. Wij hebben makkelijke werk eigenlijk. Ja, maar Mark, jij kunt toch ook gewoon op je werk eten? Weet ik, maar ja. Doe jij nooit even een keer een kipnugget? Doe jij nooit even, als je bij de Burger King aan het werk bent, even kipnugget snel naar binnen gooien uit de pan? Nope. Waarom niet? Doe het niet. Gewoon doen. Wat? Gewoon een doos meenemen. Maar vind je McDonald's lekkerder dan de Burger King? Nee, dat is iets andersom. Je vindt het bij mij in de buurt. Je vindt de Burger King lekkerder? Maar je, ik had maar je ging toch bij de McDonald's eten. Nee. Maar je was bij de Burger King. Je vindt de McDonald's lekkerder, dus je ging vanaf de Burger King naar de McDonald's. Nou, geef mij maar liever KFC hoor. Maar die is nog niet open bij mij. Ah, die is nog niet open bij jou. Ja, die gaat pas om 6:30 ochtends als brandweer klaar is met gamen. Nee, die zijn voor aan het bouwen. Oh, die zijn voor aan het bouwen. Ah ja, zo. Wil je dat niet weer zeggen als ik een slok koffie neem? Wat? Verdikken me, man. Van brandweer die om 6:30 ochtends nog aan het game is.
Of ja, standaard. Ja, dat zijn we wel gewend, toch? Invite gaan eruit voor de mensen per se. Ja, dat had ik donderdag. Ik had donderdag nachtdienst. Ik lig net om 7 uur op bed, word ik om 8 uur wakker gebeld, waar ik was. Op roast time. Ja. Nee, helemaal aan het starten. Ik had de code 95 cursus donderdag. Ik dacht dat ik een vrijdag had. Oh, dus nu weet je hoe euro 95 moet tanken. Nee, dit is... Wat moest ik doen? Ik moest laden en lossen en met een trapmaat een poosje rijden. Bij je home? Mark. Ja? Lijk ik op jou? Crewmembers krijgen nu een invite. Je zoekt het maar uit. Ik heb nog een invite gestuurd, maar komt ie. Mijn zus vindt je op een palingworst lijken. Zeg maar tegen je zus dat ze op een stuk biefstuk lijkt. Met prei. Zo. Heb je die voor terug, hè? Dat is echt keihard dit. Ik hou het netjes. Krammer, ga je andere games streamen of niet? Chris! Nooit meer in mijn leven. Alleen nog maar GTA Forever en alleen dit. Nooit meer wat anders. Sorry, het spijt me. Ik kan alleen nog maar dit doen. GTA is net uit deze game. Ik wil dit gewoon doen. Weet je, dat is het gewoon. Quark is wel lekker langzaam. Ja, maar dat zijn we gewend van Mark. Die moest nog even... Die ben je er nog niet in? Nee, die van jou is al gestart. Ik had je geen fight toen je zei in fight, maar je had 30 seconden. Ja, hij is aan het laden, dus helaas. Oh, marmelade. Hij lippen lijken op bloemkool. Wat? Zo. Oké, rosbiefjes. Let's go. Ik heb een goede start, Challe. Jij waardeloos. Yep. Ja, en er stond ook nog bij de... Auw! Oké, jongens, hier even file parkeren. Zo moet je dat doen dus, brandweer. Oké, laat maar zitten. Hier zit een gat in de weg. Mark. Ja? Hoeveelste sta jij? Ik. Hoeveelste sta je, Mark? 32e. Maar even beter je best doen, Mark. Gaat niet goed zo. Jongens. Challe. Ja. Hoe is het? Wat is dit? Wie is dit? Dat ben ik, denk ik. Hey Rob. Jij ook. Hey Rob. Laat me nog eens één keer normaal racen. Reetje. Hey Rob. Doei. Rob wordt weer boos. Ik ga Hugo aantikken. Oh. Wat? Doei Rob. Rob. Hoppa. Daar komt die Hugo. Daar kom ik. Boven op je achterkantje. Nee, net niet. Oh. Het staat gewoon een keer dwars op de... Oh, wacht. Oh, kak. Daar was ik al bang voor. Come on, let's go jongens. Ik ga snel. Haha, niet veel mensen weten dit. Maar er zit ook een casino in deze nieuwe game. Oh? Is dat zo Night Riding 2 keer klappen? Waar moet je trouwens helemaal heen rijden vandaag? Je zei net al wel wat, maar moet je nog meer doen? Blijft het daarbij? Au. Ego. Oh, Brendo's. GTA Kevin, dankjewel voor je bits, jongen. Jij bent vast fan van Fortnite, als ik zo je naam zie. Hallo man, welkom bij de stream. Ik ben zelf ook een groot Fortnite fan, dus dat komt toevallig goed uit. Zo, iemand wallride daar dat ding, jongen. Lightning Dennis, kom hier op, jongen. Ga maar, hoeveel zal ik jij? Ik rij tiende. Thanks. Jij? Laat we niet tweede. Op plekken hebben. Tweede? Challe tweede? Ja, ik zou ook niet horen. Sorry, Lightning Dennis. Op. Ik achteraan. Hey Rob, zo kennen we je niet. Tenminste. Oh, nou rij ik... Even kijken, want Kevin die zegt keiharde frikandellen kletser. In dat geval is dat wel toepasselijk op zich. Vind ik leuk, ja. Veel plezier met stream, dankjewel man. Oh. Kom maar. Oh. Kakfruits. Nou, kijk eens even aan, dat vind ik leuk. Kakfruit voor me. Challe, rij nog steeds derde. Oh. Ja. Ik word even een tikje gekregen hier zo. Kan gebeuren. Maar dankjewel, oude Bami schijfpomper. Kevin bedoel ik natuurlijk daarmee. Kaas of worstenbrood? Kaas. Ik deed elke dag eten kaas. Kaas is helemaal mijn life tegenwoordig. Ik moet weer overgaan op crackers. Omdat het woord crack erin zit. En dat vind ik wel lekker. Mark, hoeveel sta jij? Nee. Nice, lekker bezig, Mark. 32e nog steeds. Maar even doorrijden, Mark, want we halen 33ste. In. Mark is 33, net zoals Max Verstappen. Nou, die is 1, hè? Ja, die is nu 1, hè? Ik had ook gehoord dat je online komt met deze game. Ja, dat hebben we nu getest. Dat is dit de eerste keer dat we dit nu doen, eigenlijk. Dit is de eerste test die we doen. En, dat bevalt me wel. Het bevalt me wel. We gaan dit wel een keer vaker doen nog. Nou, dan doe ik niet mee, hoor. Ik denk dat ik er 1400 video's van ga maken op YouTube. Of meer. Weinig?
Ja, ik dacht 1400 of meer, ik weet het niet meer. Ja, een keer leuk gewoon. Een keer leuk, 1400 video's, gewoon gezellig. Dank je. Hoppa, en door. Hoeveelste sta je, Tjalle? Vierde. Vierde? Nou, dan zou je vast niet ingehaald willen worden op het laatste moment. Hey Tjalle. Zoals nu? Ja? Kom, je kan slipstreamen. Ik heb 6 checkpoints dus. Ja, ik denk dat je me nog voor de slipstream kan inhalen. Je hebt een geluk, Tjalle. Nou, mijn auto glijdt een beetje. Tjalle, hier is de finish. Hey, rijd de hele tijd vooraan en ik haal hem in. Mijn hoofdste. Meestal zit ik in de 20 ja, of in de 20. Je hebt goed gereden. Goed gereden, ja, hoor. Zo. Ondanks dat ik verkeerde auto had van mij. Wow. Wat ga je doen als je 2000 video's hebt? Ik heb al iets van 3000, 4000 video's. Weet je. Dus niks. Ik heb er genoeg. Kun je de heist uploaden? Dat schijnt ook nieuw te zijn. Oeh, dat is een goeie, Brian. Gewoon een keer heist. Ja, dat is lachen. Weet je dat we ook een nieuwe auto hebben? Oh, een T20 of zo hoorde ik, hè? Ja, T20, ja. Of nee, de Osiris hoorde ik kwam erin. Ja, dat is een nieuwe auto. Oh, dan hoeven we eindelijk niet meer elke keer die auto te gebruiken. Ja, Bjorn heeft hem. Dit is de nieuwe auto in GTA. Oké. Okay. 2015 kwam hij erin. Wat was het met 2015? 3392 video's, om precies te zijn. Nee, er staan er ook nog een stuk of 10 non-actief. Een paar video's waarvan ik denk van, die zijn iets te hard voor deze tijd, zeg maar. Je moet met de tijd meegaan. Zoals die kaart tegen de mensheid video? Nee, die staat nog wel online. Oh. Dat is niet hard, dat gaat over joden. Ja, maar dat is grappig. Ja, natuurlijk. Dat is humor. Ik heb nog wel één video die ik eigenlijk offline wil halen altijd. Dat is een video samen met Adolf Hitler. En dat... dat is niet echt de beste video, zeg maar. Ja, maar die auto heb ik gezien. Die gaan even 39 uit de 45. Hij had een killstreak van zoveel miljoen en ja. 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 Kun je zo een invite sturen? Ja, dat is goed. En die video staat nog steeds online. Dat is iets met Outlast. Een speciale gast Outlast. Dat is alleen maar bier en sigaretten en gezellig hier en walala. Dat waren een van mijn eerste video's. Dat was allemaal nog niet zoveel. Er keken niet zoveel mensen naar, dus dan kon je alles nog zeggen. Outlast, toen schrok je nog wel eens de pleuris vroeger. Nee, ik schrok nooit. Jij schrikt altijd. Ja, ik zit in online. Ja, zou ik hem inviten, Mark, jongens, hey, Rob, of zou ik hem nog even één keer laten wachten, Mark? Hey. Ja, ik ga nu echt voor een DNF-treat. Na lang borrel in de kroeg lopen twee vrienden ineens naar huis, iedereen op straat. Oh, dat is heel lang. He? Wacht even. Nou, mijn gameplay af. Dat moet je niet doen, joh. Voor mij ook. Hé, hey, wat dan meen je niet? Wat zie je? Dat is Mark gewoon, hij komt erbij en de game crasht. Mark. Hé, Mark, modder. Nee, ja, meen je niet. Mark. Nee, iedereen gaat weg bij jou. Iedereen. Ah, dat doe je toen niet, Mark. Sorry, jongen, brandweer, wat doe je nou allemaal? Ja, sindsdien ben ik een nette man geworden. Echt volwassen. Nice, gelukkig. Welke video raad je het meeste aan? Ik zou het niet weten. Ik vind alles best. Die ene blauwe met geel. Vind ik altijd wel lachen. Dat ik denk van, oh ja, leuk. Ik weet echt niet welke ik moet pakken. Ik doe deze. Ik zou de Osiris pakken. Het schijnt ook dat je bedrijf kan hebben in dit spel. Ho, zou ik met motors kunnen rijden in dit spel? Of op fietsen? Ja. Op een vliegtuig? Wow. Op een bootje? Met een zeppelin? Of met een tank? Oh. Of dat je kan schieten met guns? Oh. En wat dacht je van die zeppelin? Ja. Dat is nice. Of wat denk je van die duikboot? Ja. Oh, dat is nice. Ja, yeah, cool. Oh. Ga weer om hier met wanden. Nee, ik heb geen zin om penissen meer te kijken voor je views. Sorry, ga zelf maar naar piemels kijken. Omegle was vroeger leuk, of dat was toen nog wat anders. Chatroulette. Maar nu is het echt alleen maar piemels. Echt. Ah, man. Sorry, man. Als ik piemels wil zien, dan ga ik maar naar de wc. Oh, bochtwerk hoor. Bochtwerk hoor. Handen, hoes. Ik vind de video met Wandrecht goud. Welke is dat? Ik zou nog wel een keer een Try Not To Laugh willen opnemen. Die ene heeft hij. Oh, die ene. Ja, die ene is lachen. Dat is een goeie. Oh, Mark. Tegen de vangrail. Er zijn een keer met 5 in een pik en hand op een Meagle zitten. Ja, daarom. Daar heb ik geen zin om te zien. Zin om te kijken. Weet je, vroeger was het nog speciaal. Oh, dankjewel. Oh, yes. Even een rondje van de zaak. En er waren een paar puntjes, sorry. Ja, vind ik leuk. Hey, Funny Man.
Uh-oh. Hoppa! En weer door. Zo, achter Bjorn aan. Tante Bjorn, ik kom je inhalen! Yes, Tante Bjorn ingehaald. Nee, daarom. Omegle is... dat was vroeger leuk, maar dat is tegenwoordig niet meer leuk. Ik weet sowieso niet wat je tegenwoordig moet doen om video's te maken. Om views te pakken. Maar gewoon hele gekke shit doen ofzo. Ik doe mee met Try Not To Laugh. Nee, ik wil wel lachen, man. Anders is het niet leuk. Mark, zullen wij een keer een Try Not To Laugh doen? Jij wint toch. Jij lacht dan niet. Oh, god. Koeienmelk gaat hard, jongen. Die heeft er zin in. Koeienmelk, kom eens hier, jongen. Potverdikke, maar gaat die hard, die kill. Oh, ook over die randjes heen rijden, die koeienmelken. Jeetje. Ik dacht bijna dat je de checkpoint daar miste. Dacht je dat? Ja, dacht ik. Ja, doe maar niet denken dan, Mark. Kom op. Ik vind jou uit de spectator nu. Ja, nee, maar doe maar niet denken dan. Kijk, moet je kijken gewoon hoe goed ik rij. Hitting die apex, jongen. Als je dan toch helemaal aan het spectator bent, wil je mij dan ondertussen even een invite sturen, man? Heb ik al lang verstuurd, Rob. Oh. Ja, heb al lang verstuurd, Rob. Let nou eens op, man. Sorry, hoor. Mark, heb je al zin in de housewarming? Nou, ik heb er nog niet in, hoor. Ik heb wel zin, hoor. Heb jij zin in de housewarming, Mark? Dit, nog eventjes de dingen halen van de week en klaar. En wat ga je allemaal halen? Want als je nu al taart haalt of weet ik veel wat, dat gaat over de datum, hè? Er komen dit weekend ook een paar mensen. Dus oh, wie komen er dit weekend dan? Een beetje de familie. Familie? Ja. Je hele familie? Oh. Nee, niet de hele familie. Oh, oké, dus je moeder alleen. Een paar vrienden van hun. Ja, de vrienden van je ouders komen jouw verjaardag. Die zijn ook bij mijn vorige huis geweest, die mensen. Dus die wil maar ik even opnieuw inviten. Hey, monkey zit erin. Nice tricky, hoor. De wooden monkey zit erin. Oh, dat is leuk. Een monkey van oud gemaakt. Wow. Dat is de invite. Oh, daar komt iedereen mee inhalen hier, hoor. Nu opeens moeten ze hem allemaal in gaan halen. Nou, kom maar weer voorbij, hoor, Casper. Hé, het kasplantje. Ik restart hem wel even brandweer. Oh, kak. Ai, 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 dit is pijnlijk, dit. Als het goed is, moet hij er zo weer bij komen. Broccoli snuiver! Okay. Ik ga echt keihard, dat is niet te geloven. Ik kan wel wat vinden van het dramatisch begin van mijn leven, Max. Ja, nou ja, na 7 volle jaren komen 7 magere jaren, hè? Bij Hamilton. Bij Max, ja, weet ik niet. Dat is niet leuk voor maar boeien. Houdt ook een beetje spannend, hè? Als hij altijd mijn eerste wordt, is het ook niet leuk. Nee, en anders moet Lulu en Jan weg. En die andere rij leuk, Leclerc gaat lekker. Dat is toch ook leuk voor Leclerc? Vuile klootzak maken kapot. Ik ben niet voor niks rood op dit moment, hè? Er valt een busje naar beneden neer. Ik volg gewoon jou, ik klats hem ook gewoon vol tegen de palen en de muren aan. Oh, come on! Come on, Krompie! Hey, ding! All the gang! Haha! Twee wc-potten staan naast elkaar! De grappen worden getapt hier, jongen. Oh, hi, koeienmelken. Oh, nu is het wie het hem best recht kan zetten. Beide. Au. Jij hebt nog een beetje op de kant. Ja, nee. Koeienmelken. Over de vangrail. Dit is gewoon stunt. Koeienmelken. No. Hey, Homer Simpson, even rustig. Homo Simpson? Wat is dit nou? Homer. Oké, nee, dan is het goed. Tow! Ja, precies. Ja, nee, oké, nee, ik snap je. Had ze flats, dikke joekels. Deze is voor jou, Mark. Let op dit bochtwerk, hè. Tegen de muur. Ja, nou, dit is voor jou. Hier, dit, zo. En nog een keer van deeltje. En dan flats je dan op. Bjorn Einstein. Moet jij niet meer naar de Mac? Nee. Mark, wil jij 30 april tandje tuffen? Ja, wil je 3 weken door een rietje eten? Oh, wat? Is hier de finish alweer? Oh, dat is fijn. Ah, Mark, één voordeel. Kunstklappen kan heel handig zijn. Leuk dit. Je moet een comeback maken. Ja, de laatste twee bochten ging niet echt goed. Twee wc-potten staan naast elkaar. Zegt de ene pot tegen de ander. Je hebt daar een vlekje. Zegt de andere pot, hoe kun je dat nou zien? Je hebt je bril niet eens op. Het is... Het is wonderbaarlijk. Nice. Hij is wel leuk. Ja, dat is een goeie. Goeie, kun je crew invite doen? Ga ik doen, Stijs. Goedemiddag, ik heb een nieuw accountje op GTA. Hoe heet de crew? Christoplist. Uitroepteken GTA crew.
En dan kun je zo de link gaan klikken en dan doet hij het voor niet iedereen en dat is vet leuk. Yeah, that's it, Chris Toplist. Welkom bij de stream, man. Leuk dat je er bent. Wat heeft iedereen gegeten in de chat? Ik ben er wel benieuwd naar. Kom maar door. Laat me gewoon eerlijk weten, ook al heb je gewoon niet gezond gegeten of heb je gewoon frikandellen gegeten. Ik wil het gewoon weten. Doperwten, spinazie. Wat heb ik toch een gezonde chat. Broccoli. Boontjes, spinazie. Jeetje, het was spaghetti. Het is bloemkool. Hey, barbecue. Wie zat mijn familie op te eten? KFC. Eten uit de bak, Getver. Lekker. Bloemkool, boontjes. Oh, weer brandweerboontjes opgegeten. Kip, braadworst, spessieboontjes. Kip, rijst, spessieboontjes op mijn bord. Wortels met aardappelen. Aardappels. Is het nou aardappelen of is het aardappels? Aardappels. Kan allebei, toch? Het kan allebei. En appels. Is het stofzuigen of stofsucking? Of heb je stof gezogen? Ja. Ja, dat is ook zo'n kutje, hoor. Stofgezuigen. Dat zet ik zelf op. Toch gezakt. Ja, en dat is het. Hey, GTA Kevin, dankjewel voor je onderbid, jongen. Ik heb zin in een face-to-face race te zien met de computerslopende hybrid. Oh god. Ja, hybrid is een harde Nancy kaasbal. Ja. Hij doet er wel gelachen. Brandweer, je anus loopt open. Wat heb ik gegeten? Ik heb kipsauté, rijst en een kipburger op. Die lag al een poos in de vriezer, die was ondertussen beschimmeld. Ik denk, nou, moet toch maar die kipburger opvreten, dus dan maar nu. Ja. Ruim voor op, hè? Gaat goed, naar mij. Met mij gaat goed. Waarvoor komt de vrouw aan mijn brood op Irak? Voor de eentjes. Wij zeggen erepels in plaats van aardappels. Ja, dat ken ik ook. Erepels. Ja, maar ja, het ligt eraan. Wij zeggen piepers. Ja. Het ligt eraan uit welke streek je komt. Wij zeggen piepers in Barneveld, zoals piepers. Ja, maar is het friet of patat? Wij zeggen patat, maar friet kan ook. Ja, je weet toch. Hé, hey, maar Brendus, dankjewel voor je onderbits, man. Super bedankt voor je support. Boven de rivier is patat. Wij zeggen jappels. Onder de rivier is friet. Mhm. Nee, wij zeggen ook friet. En ik woon boven de rivier. Friet van Piet. Ja, friet van Piet. Extra dikke friet van Piet. Dat is lekker. Welke bits? Dankjewel, Brendus, voor de onderbits. Thank you so much. Bitch. Die bitches. Ik invite iedereen vol gas. Let's go, join. Gekkie, Thijs, je wil nog een apart launching session. Ik druk toch op... Nou ja. Ik druk serieus op één. Waarschijnlijk niet de tijd net af. Ik ga nog een... Ja, ik heb al invites eruit gegooid. Die zijn niet gejoined, maar ik kan ze ook nog weer persoonlijk inviten. Heel vaag. Yep. Brandweer, even een vraag. Mark en Brandweer, een vraag aan jullie. Waar begraaf je overlevenden? Die cremeer je toch? Nee, overlevende begraaf je niet, Mark. Ik zat al te denken, ik denk, zeg je het nou wel goed? Mark, als, weet je, in de Tweede Wereldoorlog, de overlevende mensen, weet je, de Jood die het overleefd had? Ja, cremeer maar gewoon! No! En alsnog stort ik naast hem, hè? Dat is echt zielig, Mark, dit. Dat kun je niet maken, dit. Kun je echt niet maken. Sorry. Kan je ook een keer maken? Nou, dit. Mark! Beuken, ah, later, Mark! Ligt hij zelf op de kop, dikke karma! Yes! Dag, Mark! Doei, Mark, ouwe slavinkhoofd! Dat is wat ben nu, even. Met je boomstamhoofd! Mark! Ja? McChicken die je bent! Wat nou? Are you chicken? Nee, je kan geen kip. Are you chicken? Nee, hij is kip. Tommy? Back to the future, are you chicken? Ja, ik herken hem. Biff Tannen. Van you. Bam 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 bam. Wie was dat? Da 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 da. Wow! Nooo! GTA Kevin, dankjewel voor je onderbits. Niet lezen, concentreer je op de race. Hey, hey. Niet gelukt. Keihard gefaald. Hard afgeleid. Oh, iemand rijdt vol in mijn zijkantje. Zo maken we weer wezen. Hey, gele kanarie. Het was Brendus waarschijnlijk. Broccoli Piper. Ik rijd er een boom aan. Serieus. Hey, oude boomknuppelaar. Hey, Mark, oude pierenbatser. Doei, Brendus. Ja, er stond een boom. Mark! Dat is verschrikkelijk, hè. Hey, je mag Mark gewoon kapot schoppen, hè. Balkie, joh, man. Ik rijd er voor. Doe niet tijger als je poesie bent. Nou, inderdaad. Even wachten, Rob. Hoe zei je dat?
Ja, het doet er niet meer toe. Ja, Rob, kun je nog één keer even Rob Mark roepen? Was het nou de vuile granalenklapper? Ja. Oh, even een beukje doen, Nino. Oh. Ik haal je netjes in gewoon, hè. Hey, maar Mark. Ja? Ik ben 30 april wel aan de diarree, is dat erg? Oh god. Nou, dan gaat de hele jullie. Nou ja. Ik iets meer dan de diarree. Ja, Rob ook. Ik zal noedels halen voor Ik heb hete noedels op van het weekend met Danny van Zoomie. Ik zag het. Danny had van Mark hete noedels gekregen, dus die eet Mark altijd. Mark, jij hebt niet de heetste noedels, dus je zit je altijd aan te stellen. Nee, dat waren niet super hete. Maar die rooie die jij Danny hebt gegeven, die wel voor mij. Nee, je hebt geen rooie gegeven. Nee, ik had een andere. Ja, dus hij zei... Oh, ik vind die noedels helemaal niet heet. Ik zeg, nou, wij hebben voor jou wel wat noedeltjes zometeen. Kom maar gezellig. Dus wij hebben die noedels gedoe, Mark. Weer dikke karma, doe. Ja, ik zat recht in je. Lekker. Mark, zet gewoon op mijn schoen. Maar we hebben dus hete noedels op weer. Dat was weer lekker brandend. Een hele bek vol weer in de fik. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben niet pussy, Mark. Ik ben niet pussy. Dat jij nou die niet spicy noedels zit te eten. Mark zit dus gewoon te cheaten, hè, als hij dat zit te eten. Maar Mark, waarom zou je de overlevende cremeren? Ja, ze hebben al zo'n kort lontje. Ja, Mark zei, ik ga ze cremeren. En kak. Gloeiend nog. Ik ga echt heel hard. Ik niet. Tjonge, wat ga ik. Hoeveel lichtje, Tjalle? Tjalle, geen idee, ik zie het al niet. Tjalle, hoeveel sta jij? Als je even hebt, want het is wat zwart van mij. Ik zal even kijken hoeveel staat. Oh, ene laatste. Jos is nog slomer. 19 jaar. Jos is wel echt heel sloom hoor. Jeetje, Jos. Oké, rustig aan. Mooi bochtwerk hier. Ja, dat gaat soepeltjes allemaal. Ik word achterna gezeten. We rijden weer netjes op de tweede plek. Snow Sander, die heeft je haast. Dat gaat allemaal hartstikke goed zo. Dat zien jullie wel. Ik ben gewoon pro. Hier moet ik even geen fouten maken nu. Oh, ging bijna fout. Maar niet helemaal, dus dat is goed. Hier moet ik helemaal geen fouten maken, maar hier rijdt Jos Brink. Jos Brink! Leeft nog? Jos Brink leeft nog. Ik heb Jos Brink ingehaald, gelukkig. Jos Brink, sorry. Het spijt me. Kevin, dankjewel voor je onderbit, jongen. Ah! Kom op, in welke landen ben je al ooit geweest? Holy shit, man. Bijna crash ik hier weer. Ik ben in Spanje geweest, ik ben in Frankrijk geweest, ik ben in Duitsland geweest, ik ben in Oostenrijk geweest, ik ben in Turkije geweest. Ik ben volgens mij één dag in Marokko geweest, weet niet zeker of ik daar naartoe ben gegaan. Nee, dat was Amsterdam. Maar met Terine naar Griekenland? Mark, ik weet mijn leven beter. Ik ben nog nooit in Griekenland geweest. Amerika? Ik ben inderdaad Rodos geweest, Kos geweest, niet in Griekenland zelf, wel de eilanden. Amerika, Californië. België. Los Angeles. Dat was California, USA. Ja. En dat was het, denk ik. Oh ja, Engeland natuurlijk. En Zweden. Zweden ben ik nog geweest. Ben jij Tjalle? Ik ben trouwens op het drie landenpunt geweest daar. Dus ik heb officieel met één been in Italië gestaan en Zwitserland. Ik ben in Frankrijk, België en Duitsland. En Nederland. Ja, Nederland natuurlijk, maar Nederland is van buitenland. Zondag zei ik, Peter, ik ga nooit meer drinken. Gelukkig heet ik geen Peter. Ja, dat scheelt een stuk. Je hebt mooie billen. Dank je, Nits. Dat doet me goed. Je mag binnenkort wel weer even een keer aaien. Italië. Ja, in de Bijbel staat dat drank de vijand is. Maar ja, of drank is een vijand? Ja, het wordt ook gezegd. Heb je vijand niet? In Friesland? Donders. Oh wacht, ik ben nog in Hongarije geweest. Ik ben even één keer naar een feestje geweest in Hongarije. Maar dat was dan één dag. Maar ik ben er geweest. Dan heb ik dan een saai levensgoal waar jullie allemaal komen. Ja, maar Engeland, Zweden, Amerika was allemaal zakelijk. Ik ben zelf, als ik mijn eigen vakanties reken, waar ik op vakantie ben geweest, ben ik één keer naar Rodos geweest, één keer naar Kos geweest, een keer naar Turkije. En een keer naar Oostenrijk. En dat allemaal in één stad. En een keer Spanje, trouwens ben ik ook nog geweest. Spanjol. Twee keer. Dus ik ben in mijn leven, in 30 jaar tijd, ben ik 6 keer op vakantie geweest. Dus,
Dat. Nou, dat valt bij mij mee. Ja. Komen, je mag kiezen om twee mensen te pakken met een gecombineerde leeftijd van 30. Welke kies je dan? Wat bedoel je met pakken? Ja, defineer pakken. Ja, defineer even pakken. Wat is pakken? Voor een vakantie of... Nou, dan heb je in ieder geval één minderjarige, ja. Dus dat zou ik mee uitkijken. Ach, onze kleine jonge Wolftek is er weer. Oh. Ah, daar is hij weer hoor. Ik word automatisch geïnvite, toch? Nou, ik ga invites eruit knallen nu en meer kan ik niet doen, eerlijk gezegd. Gekkie heb ik nog een invite gestuurd en de rest hebben allemaal... ja, je hebt een invite. Ik zag je naam staan. Wat je hebt nog een keer een mazebank in real life beklommen. Nee, ik heb nooit een mazebank in real life beklommen. Ik heb ernaast staan en Wander heeft hem beklommen. Ik moest per se opnemen voor Ubisoft toen. Dat zeg ik, dat zijn allemaal zakelijke dingen. Dus ik moet dan dingen doen. Ik kan niet leuk op vakantie. Dat is gewoon ik zie ze, het is een soort van dat je... Een werkvakantie. Nee, het was geen vakantie. Want werk is geen vakantie. Het is zeg maar zo, je ziet allemaal leuke dingen. Je gaat gewoon op zakenreis. Je ziet allemaal leuke dingen, maar je mag er niet naartoe, want je moet werken. Dus je rijdt er langs en denkt, oh, dan zou ik echt willen beklimmen die toren. Maar dat kan niet, want ik moet een scheidspel spelen. Akuma. Oh, kak. Dus dat is top. Maakt niet uit, Mark. Het is een face-to-face. Wow. Oh, maakt niet uit, Chris. Toplist. We hebben allemaal nu geen custom, dus je hebt geluk. Say your prayers. Alright, ja. Ik geloof het. Ik mis wel maar wat onder mij. Ja, ja, als je een beetje gevoelig bent voor hoogtevrees. En voor degene. Voor degene, pas op. Onderen. Zijn het allemaal checkpoints? Nee, checkpoints zitten helemaal beneden op dit platform. Ja, hey, zou dat zij daar moeten parasiteren? Haha, let's go! Gaat ie. Dit gewoon. Tussen de ballen door. Oh, oké, okay, ging goed. Hoppa! Oh, met motorrijden rijdt dat zo grappig hier. Oh. Hallo! Oh. Oh. Hey Mark! Lelijke dikke vent, hoe is het? Je. Mark! Dat deed wel! Nee, jij tikte mij naar boven! Nee, dat deed wel. Kakzooi! Moet ik hem opnieuw? Ja. Kan iemand Mark doodmaken? Ja, terug, dus dan kun je aanrijden. Kan iemand Mark kapot maken? Ik kreeg dit een... Ben je ook gevallen? Ja, bij jou hoor ik eerst een adres, maar... Welke bal? Chevy Impala! Zaadvlek die je bent! Je bent er zelf ook afgevallen! Wat een dikke piemel is dat, zeg. Nou, gaan we weer opnieuw. Oh, ik ben niet de enige die opnieuw moet. Mark, heb je gehaald? Kunnen we het auto's gaan? Oh ja, doe me goed. Mark wou mij beuken, maar dat lukte hem niet. Maar hij had ik erop. Ja, ik had erop. Puilen. Holy ja, shit. Ja, laat het... Hey, Rob, laat het maar los. Nee. Holy nee, wordt... shit! Ik kan niet weten op de wc doen. Nee, laat het maar los. Oh. Ja, dan, toch allemaal in. Ik heb een gelukje, jongens. Ik heb een geluk. Chevy Impala, de karma is een vistik. Haha. Oh, kijk een tikje. Hey Rob. Ja, voor ongeluk. Rob! Nee! Rob! Rob, je laat me vallen met die kakmotor. Dat meen je niet. Mooi. Hey Rob, ik kom er weer aan. Dit keer twee breed. Nee. Lucky bastard. Charles, ben jij dat? Ja, maar ik... Hé, ik duwde hier niet door. Oh. Er is een grote auto. Nee, broccoli stuiver. Nee. Gadverdarrie de pillekes. Ja, ik heb verschrikkelijk leven hier. Kijk, ik probeer iedereen te ontwijken. Ja, ik ook. Ik probeer. Ja. Jongens, ik zou oppassen nu. Nee. Ik heb no mercy. Oh my. Hey Chris, leuk dat je er bent. Klootzak. Hey Hugo. Ah, Mark, dikke zaadvlek valt naar beneden. Hey Chris, doe er een touwtje onder en je broodzak. Klootzak. Kak, zaad, bonkende klaplonglichten. Ja hoor. Damn, ik val alweer. Ik lig er weer naast. Ik speel de PC inderdaad. Het is niet te geloven, dit is echt pijnlijk. Oh jeetje. Er komen ook nog vrachtwagens aangereden, dat meen je niet. Oh joh. Hij is... Nee! Ah oh, jongens, dit... Chevy Impala er weer af. Ah, man. Nou, ik ga wel even achter deze jongens aanrijden, dan zit het allemaal wel snor.
Wees blij dat er dadelijk geen shovels tussen zitten. Doe dat nou niet, jongen. Dat scheelt een stuk. Oh, nee, nee, nee. Oh, lucky bastard. Nou, inderdaad, Brendu. Tallen! Mark, vuilstruk, vergeten dat je bent. En weer op een motor. Tjalle! Lul! We moeten toch die andere kant op? Waarom ga je nou tegen het verkeer in rijden, uitgebreide pummelhong? Hey, dat kwam door Mark. Dit meen je niet. Tjalle rijdt tegen het verkeer in met de verkeerde auto. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, we hebben de andere allemaal een rempuppie en ik rij op een verrotte motor. Ik ben weer op locatie aangekomen. Maar! Ik vind face-to-face zo erg leuk. Ja, heel erg. Ik heb echt heel veel plezier in mijn leven. Hey, Hugo. Mark, hey, Brendus. Ik hoop dat je processor eruit klapt. Wat? Ik hoop dat er een spontane steekvlam uit. Oh, jongens. Hey, Mark, uitgezogen tepelhornet. Oké, wie er nu nog een keer met zijn speknek langs mij heen rijdt, die pomp ik neer. Ja, pa, op bokken. Oh ja, tuurlijk, kakfruit. Express gewoon vuile, dikke, vette wentelteef. Nou, de eerste keer komt er al aan, denk ik, of niet? Hé, hey, Tjalle, waar ga je heen? Oh, we hebben er eentje die er op de kant op gaat. Hé, hey, Rob. Heb je het gehaald, Rob? Ja. Hé, hey, Rob. Ja, ik heb hem gehaald. Nice, welkom. Nu hoor je bij de bejaardenclub hier. Ja. Alsjeblieft, rijd door. Oh! Kak. Yes, ik heb hem. Mark, zit je nou kak te roepen omdat je mij niet beukte? Nee, ik beukte jou niet. Oh, nee. Oh, ja. Ja, maar ja, wat? Ik viel er zelf, pleurde er zelf vanaf. Oh, ja. Dikke spuitpoep die je bent. Gadari. Op bok. Sorry, allemaal. Hoor. Rob, hoe kun jij die al zijn? Nou, ik ben nu pas de vrachtwagen. Hoor. Hoeveel sta jij? Vrachtwagen, ik ben nog druk bezig. Ja, ik sta tiende, man. Zit je te zeuren? Sorry. Ik heb echt een kakleven, jongens. Nou, even doorrijden. Mark, als ik jou één keer tegenkom en je beukt mij, dan weet ik dat je 30 april ga ik je ballen amputeren, hè? Dat weet je. Ja, dat doet zeer. Chemie. Tjalle, help mee. Dat vind ik fijn. Dan hoef ik zelf niks te doen. Want ik vind het niet echt lekker werk. Ik heb wel gemeen idee. Tjalle heeft ervaring. Dat scheelt een stuk. Nou, we gaan achter deze vraag. Ja, en Rob gaat even op je klokkenspel spelen. Sorry jongens, ik moet even door. Jongens, zo kom ik toch nooit aan het einde, aan de andere kant. En vier. Haha, eindelijk heb ik de schansauto. Hehe. Oké, jongens, daar kom ik. Daar gaat ik. Hey, Snowsander. Hey, Robbie. Hey! Rob, je moet niet je turbo gebruiken zo, hè? Wat de? Ik krijg een turbo-slag! Welke bal beukt me er nou af, Jos? Arthur, dankjewel voor je 1100 bits, jongen. Mag ik even een handje in de chat hier voor Arthur? Jawel, thank you so much voor je support. Welkom bij de stream, man. En dankjewel. Hoe is het ermee? Hoe gaat het? Hey, Brendus. Jos! Haal maar in, joh. Oké, oppassen, wipkippen. Hé, hey, mag ik stappen? Ik heb wel dat ik moet werken. Oh. Hey! Hé, nou heb ik eindelijk pas die vrachtwagen. Terwijl iemand daar een super backflip doet en gewoon weer doorrijdt, lijkt een balls. Ja, skill. Wie was dat? Doei, Mark! Dag, doei, Tjalle! Rob! Bijna de vrachtwagen. Yo, Hugo! Kom op, even doorrijden. Hoppa, en door. Doei, Rob! Tjalle. Er staat. Doei. Mark, ik hoop dat je. Wie was die gele pingwing? Arthur, goedenavond, man. Welkom bij de stream. How you doing? Geweldige race, dit. Nou, maar ik weet niet. Er zijn de meningen over verdeeld. Dit is nooit zo goed voor je bloeddruk. Nee, daar kom ik achter. Nou, die Snipe X heeft altijd geluk. Die pielt overal tussendoor. Brendus. Nee. Thank you. Hé, hey, Mark! Waar? Christopless balzak! Echt, jongen, dat is een uitgescheten pingwing. Ging je naar de lucht in? Nee, ik ging de grond in. Nee! Doei, Mark! Was je nou niet te, Mark? Ik ben weer beneden! Ik val weer. De lage hakbal! Oké, jongens, full focus hier, Arthur. Dankjewel voor je support. Ja la 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 la, gehaktbal.
Hey Jos! Oh man! Lendos! Nee! Het is toch niet te geloven dit jongens? Lala. Mark! Oh! Ja la 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 la. Gehaktbal. Het probleem is dat er gewoon mensen zijn die nu pas een rembuggy zijn. Ja. Ik ben en nog niet die rembuggy. Nee, broccoli snuiver. Kak. Arthur, dankjewel man. Die klote, mag een natje in de chat hier voor Arthur. De broccoli pomper. Ah, dit is fijn. Dit doet me goed. Dit is echt fantastisch man. Ik ben heel blij. Brendus heeft weer geluk. Het is niet te geloven hier. Balkie, dankjewel voor je 8 maanden sub, man. Thanks, thanks, thanks. Tom Hanks. Dankjewel. Hey, Hugo. Hey, Rob. Ja, ga jij achter? Ja, dat ben ik. Ik zie niks. Sandwich. Oh. Doei, Rob. Doei, ik ga weer terug, ook. Ai, ai, ai. Dit is echt moeilijk hier, jongen. Balkie, dankjewel, man. En Arthur, super bedankt voor je support. Alle nieuwe subs, welkom. Ik zou zeggen bedankt even. Kom langs. Nou, je komt er niet langs. Mark, je moet even omkeren, jongen. Beuk Mark, snel! Dan ja, beuk mij dan nu! Ja! Hij is eraf! Ja, tuurlijk, ik ben gewoon eindelijk aan die kant. Ja, word ik er weer afgebeukt. Hey Jos! Ah, eindelijk ben ik een keer verder dan 2 meter. Nou, jij wel, ik niet. Ik zit nog steeds. Kom ik aan! Mark! Oké. Ik heb het. Rij maar door, Purple. Rij maar door. Ik vertrouw je. Oh, hij staat toch? Hij staat. Ja, ik ben. Oh my. Wie is dat? Welke vette stinklul komt. Dat was Chris. Ik rij heel veilig achter Purple in zijn tank. Ja, tuurlijk, word ik opgeblazen. Ik ga ook achter die tank aan. Jullie bekijken het allemaal. Wat? Doet mijn auto? Oh my! Jongen, 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 jongen. Het is niet leuk meer dit. Tuurlijk! Chris! Dus. Ik zou het spontaan gek worden. Ik word ook gek. Ik word letterlijk God, gek. Ik krijg echt gewoon bezweten ballen, bezweten handen, bezweten kontgaten. Ik heb er meerdere. Het is niet te geloven Mark. Dit. Gatsidari. Mark! Echt waar jongen, 30 april scheid ik alles onder als jij nu mij beukt. Ja, tuurlijk. Ik leg er weer af. Ik ben waar ik echt geen zekerheid zal doen. Welke zaadvlek rijdt er hier? Dat weet ik, dat ben ik. Mark, als je mij beukt, hè? Hallo. Rob! Nee! Wacht Mark! Nu komt Mark eraan. En ja, beuken. Maar ik scheid alles onder bij je, Mark, als ik er nu afval. Ik neem verse koeienvlaaien mee. Ik probeer je op te ontwijken. Oh, nee. Het helpt goed. Mark, ik val eraf, kom door jou! Ik scheid alles eronder bij jou, Mark. Deze kant wou ik niet op. Ik ben aan de andere kant, eindelijk. Hey, Challe, Bill Nicht, welkom. Gelukkig. Jammer, Mark. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Ik ga meedoen als je mag, als ik voor kom op. Ronald. Je hebt kakko. Ik ben meer vliegles aan het nemen hier dan dat ik aan het rijden ben, maar goed, het maakt niet uit. Ik heb ondertussen mijn vliegbuffet al gehaald. Je hebt een vliegbuffet gehaald. Nou, ondertussen met al mijn vliegles hier ook. Welke penis staat hier weer midden op de weg? Hey, joh! Ja, Mark, was jij dat? Nee, was me. En ik eigenlijk af, want ik zal niet... Oh, maar dat was jij dus wel. Ja, was Mark. Nee. Wel. Respawn net. Ja, ik respawn net omdat ik was gevallen. Ja, ik zag je vallen, dus dat was jij. Ik ga die pot zo onderkleien. Ik kan wel koeien voor wat mensen regelen anders. Dat we gewoon met meer mensen vol schijten gewoon. Rob, ik... Oh, ik regel een NMF. Rob, ik nodig je trouwens 29 april uit bij mij thuis. Gaan we laxeermiddel eten? Laxeermiddel met rauw vlees.
Oh! Ja! Lekker rauw gehakt, rauw kippenvlees. Ja, maar er is maar één wc waarschijnlijk, dus dat kan niet met z'n allen tegelijk. Nee, maar dat maakt niet uit. Doen we gewoon een trechter doucheputje. Lijkt je het leuker op om rauw vlees te eten? Marak! Nee. Ik kan vast 6 planken. Marak! Ik kan nog vast 12 planken bestellen. Ja, nee hoor. Het gaat goed komen. Hey Arthur, dankjewel voor je gifted sub en je 400 bits, man. Ja. Veel succes, Kromo. Ik ga mijn best doen. Ik ga keihard mijn best doen. Kromo-rauwvlees en... kan ook voor plakken. Ja, natuurlijk. Voor twee man heb je maar toch een plankje nodig. Heb je naar Beerlucht in? Mark. Ja? Ik was het niet. Was ik niet? Nee! Wie is dit hier? Hey Rob, ik weet hoe je je voelt. Dat is een... Marak! Ja, ik heb een idee voor je. Marak! Eigen schuld. Vuile teef! Jongens, ik heb een idee voor een nieuw spel. Blast Screen Simulator. Ik ga je ballen eraf hakken, Mark, maar 30 april. En dan doe ik het met een... gummiknuppel. Nou, dat wordt lang snijden, jongen. Ik wil gek van die vloeibles. Dat wordt lang snijden. Ho, wiebel, wiebel. Wiebel, wiebel, bal, kriebel. Ja, die morgo, jongen, dat is ook zo morgo. Ja, dat is echt een morgo. Weer vlak voor de... Yes. Ik ben even naar de wc. Mocht je afvragen waarom ik stilsta. Jos, we kicken hier home, Benny en we willen je nooit meer zien. Is goed, komt goed. Veel plezier. Wil even aftikken en handje voor. En bespaar die stronden maar voor Mark gewoon. Hey Rob. Hoi. Lief, hè? Ja, ik leef nog. Ik haal gewoon zo waar de checkpoint. Ja. Waarom heb ik nog geen tank? Hoe ver lopen die lui voor? Sniper X kan vliegen, hè. Die heeft mods. Yo. Hey, Remedy. Hey, Mark! Go. Dit was ik niet. Dit was ik niet. Willen jullie meer of minder, Morgot? Oké, Mark. Ja, dat kan mooi niet. Oh, waar maak ik? Ik heb een rode vrachtwagen, nog steeds. Ja. God, groeiende. Ave Maria. ChristopNL. Leuk dat je weer meedoet. Gewoon met z'n allen in de tuin schijten bij Mark. Op balkon dan. Van het balkon af? Ja. Even kijken of de buren dat leuk vinden. Ja, Mark, mag dat? Van het balkon af kakken? Nee, doe maar niet. Jal heeft al een Rambuggy? Ik had Marcel een keer. Hoeveelste sta je? 20ste. Ja, kijk hoe goed je het doet. Ja, ik hou hem tegen. Ja. Dat heb ik ook een Dat zijn natuurlijk altijd weer diezelfde, hè? Je wordt teruggepakt, Mark, dat weet je, hè? Echt, je wil niet weten hoeveel stront er in jouw pot ligt. Zullen we even afspreken dat we niet gaan doorspoelen bij Mark? Nee. En als het pot vol is, dan pakken we het doucheputje. Ja. Is dat goed, Mark? En daarna pakken we de grote steen. Nee, doe maar niet. Alsjeblieft. Ik weet nu in ieder geval waar ze douche en wc zit. Oh! Oh, Jalle! Oh yes! Eindelijk heb ik een keer. Eindelijk. Moet je scheidbelasting betalen? Ja, ik moet scheidbelasting betalen. Hey Mark, dik tepel. Jalle! Helaas, Jalle. Hugo, bedankt. Dit doet me goed. Oh, wacht even, hij komt zo deze kant op. Dit doet me helemaal niet goed. Ik hoop het niet van Mark. Nee, komt wel goed. Iedereen even dieet met bonen laxeermiddel. Dan kunnen we met z'n allen een markt schijten. Ja, als we dat gewoon met de hele chat doen, dan komt het goed. Mariska, dankjewel voor je 100 bits en je 100 bits! Nee. Met allemaal Markjes en Markjes. Maar nu komt Mark geloof ik weer deze kant op. Gewoon van het balkon af. Dan hebben de buren extra nest, mest. Puur natuur. Ja, nee, inderdaad. Gewoon even vol gas daar kakken. En Arthur, dankjewel voor je 100 bits en je 400 bits. En je 200 bits! Oh! Challe, ik zou het maar niet met je rempje kiepen. Let's go! I got this, jongens. Dit is de safe van de... Oh, je hebt een tank? Ja. Ja, maar die krijgt ook wel schade, hoor. Hey, Rob. Dag, Mark. Ja, dat was een of andere rode bal, waar. Ja, met een ramp buggy. Ja. Het kan mij niet even schelen of ik een finish. Ik ga nu gewoon lekker beuken. Nee, ik had de zee van de eeuw, maar toch niet. Oh. Ik was er bijna. Dat is een bloembak. Zo parkeer ik thuis ook altijd in. Parkeren. Is niet helemaal mijn race, jongens. Maar dankjewel, Arthur, jongen. Over een jaar mag ik bier. Was jij dat, Mark? Ah, nu krijg ik meteen zin in bier. Mark, heb jij al bier?
Ja, maar ik moet nog een ding bijhalen. Ik denk niet dat het genoeg is. Nee, maar ik bedoel, heb je nu bier voor je? Nee. Hey, morgen moet werken. Ik heb geen voorwiel meer. Ja, ik heb je poker op eens. Mark? Ah! Mark! Ja, nou wordt het echt persoonlijk hoor. Ik ben blij dat ik van ver af zat en een heel harde echo over mijn koptelefoon hoor en dan over mijn boxer. Maar Mark, jongens, weet ik wat ik moet raken. Nee, kutrembuggy. Dat heet Tjalle. Oh. Dat is een rembuggy. Is Tjallo nog de enige rembuggy? Ik zie voor de rest alleen maar tanks. En hij rijdt ook echt onder de tanks door. Tuurlijk! Hey Mark, dikke piemel! Waar rijdt Mark? Ja, die komt er nu aan met een dik tank, jongen. Gatsiedarrie. Hey Deadkiller, dankjewel voor je 200 bits! Yo kerel, nog veel plezier met de kleine keutel van je. Geniet ervan, maat. Ga ik zeker weten doen. Dankjewel, Deadkiller. Oh, oh, oh. Wat doen we nou? Oh, serieus, deze... Is het niet geloof dit? Tutut, brandweer. Ik hoor enige teleurstelling in je stem. Boormeister, eigenlijk gaat alles best wel soepel. Ik heb alleen een beetje het gevoel dat... Dat het minder goed gaat. Arthur. Wat voor bier ga je als eerste halen binnenkort? Wie is dit? Here we go. Ha. Hoe? Oké, even puur focus hier. Hey, Tjalle. Hoi. Hey, ik heb je niet geraakt. Mag ik hulp van iemand? Thanks. Palm. Oh. Mist, ja. Frank Keutel dwars. Hij is aan het sparen voor 30 april. Ja, inderdaad. Ik ga mijn stront opsparen en dan komt het goed. Ja, dat wordt gewoon lekker. Gewoon alles opsparen en dan in één keer 30 april gewoon lekker alles laten gaan. Hoi Rob. Wordt een zware dag. Daar naartoe werken, zeg maar. Wordt gewoon zwaar. Ja, als je maar dat uurtje in de auto op kan houden. Ja, nee, maar ik bedoel meer gewoon te zeggen. Gewoon het sowieso gewoon vanaf nu. Kropie. Wat was dat? Dat was een koffiekopje waar ik een slokje uit nam met explosiethee. Oh, dat was Hugo. Sorry. Ja, dat was Hugo de jongen, ja. Die gaf mij een booster. Wat? Ik ontplofte spontaan. Oké, daar ga ik. Nou heb ik de smaak te pakken. Nobody can stop me now. I'm a sex machine and I'm ready to reload. Like, weet ik veel, AK-47 in de backbitch. En nou ga ik very, very snel en ik ga hard. Niemand houdt me tegen. Jasper, dikke paardenlul, je probeerde me nog te beuken. Mark. Nou ben ik eindelijk hier deze. Okay, here we go jongens, daar gaan we. Nu gaan we iedereen kapot maken. Au. Wie is dat? Rob, die zwarte tank? Nee hoor, ik rij op een brommer. Nee. Ik rij op een motor. Nee, dat ben jij gewoon. Ik wou dat ik die tank had, want dan had ik iedereen van de baan afgeduwd. Oh, net had je wel een tank. Nu niet meer. Nee, ik heb nog geen tank gehad. Nog niet? Hey. Net zag ik Rob een tank. Nee hoor. Hey, Tjalle. Ik heb geen tank gehad. Dank je. Hey, alsjeblieft. Ja, maar ik finish. Jammer. Kakkenvloed op bokken. Verdorie. Je hebt te veel gunstige punten. Nu heb ik een tank. Oh. Nu ga ik even de baan schoonmaken. Ik ga even met mijn camper kamperen hier. Ik vind het heel erg gezellig hier. Hoe gaat hij? Hij gaat lekker, Bjorn. Hoe gaat het met jou? Ik heb de vlam in de pijp en de pijp in de vlam vooral. Ja. Zou jij een leeftijdsgrens instellen voor je streams? Nee hoor. Moet je mezelf weten. Die kunnen zelf wel... Die ouders moeten maar checken hoor. Ik ben geen politieagent, zeg ik altijd maar zo. Anders had ik daar wel voor geleerd. Hatsflats! En... Hatsflats! Oh great. De beste auto van heel GTA. Oh, dit is fijn. Oh, dit is super fijn. Morgot. Hey, Tjalle. Hey, Hugo. Morgot.
als je maar gaat duwen met een autootje, hè? Oh, nee, nee, nee! Nee, Brennus, nee, nee. Ik zie wat je aan het doen bent. Oh, ja, tuurlijk. Haha, jammer, jongen! Jammer, jochie! Morgen op die dag heb ik mij te kunnen duwen met een oldtimer. Ja, die is te noob, te noob. Oh! 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 Je hebt geleerd. Ja, nee, dat is waar. Maar daarom ben ik het niet geworden. Ik vond niks. Met Eli gaat goed. Oh, dit is fijn. Dit vind ik leuk. Gaat goed, Chris. Hats en flats. Nee, internet is free. Internet is een vrij platform. Moet ook zo blijven, toch? Hey Hugo, leuk dat we eraf vallen allebei. Dit is fijn. Hoi Talita, welkom bij de stream. Leuk dat je bent. Dus nee, ik zou geen leeftijdsgrens willen doen. Ik zou ook geen ID-kaarten willen zien. Ze zouden gewoon een goed systeem moeten hebben voor bannen. Daar ben ik het wel mee eens. Gewoon IP-ban, bam, wegwezen. Nou, kan je niet beter een MAC-adres ban hebben? Ik hoor iemand nieuws binnenkomen. Het is en het enige echt Monkey, Rotterdammer. Monkey Zaadvlek NL. Nou, dat kan vredig gaan. Hey Monkey. Hallo, manneke. Monkey, hoe is het? Ja, hartstikke weinig en... Hoe is het bananenpleuker? Bananenpleuker? Ja. Dead Killer, dankjewel voor je onderbid, jongen. Ik ben zelf 3 maanden geleden ook vader geworden van een tweeling. Super trots op mijn vrouwtje, dikke shout-out. Nou, kijk eens even aan, lachen man, een tweeling. Dat is lekker druk. Of ja, nou ja, je hebt allebei wat te doen, laten we het zo zeggen. Je kunt in ieder geval... Dat lijkt mij helemaal niks. Zoveel. De taken verdelen. Oh. Ja, dat is echt wel druk. Wat bastard. Oh, hè? Hey, oh, ik heb een kartwagentje. Deadkiller, dankjewel. Veel plezier, man. Succes ermee. Plezier, plezier. De eerste strontpump is niet echt het leukste plezier wat je hebt meegemaakt. Maar daarna wordt het leuk, zeggen ze, toch? Mm-hmm. Af en toe is het ook wel lachen. Af en toe kun je ook wel lachen. Op een gegeven moment zijn de slapeloze nachten ook voorbij. Hoe weet jij dat, Mark? Heb jij ergens een paar verloren kinderen zitten? Auw, iemand rijdt mijn pontonelletje kapot! Nou, dat was mijn fontanel. Die is ook naar midden gescheurd. Goedemiddag. Het is heel druk. Ja, dat snap ik wel. De bank van die gasten. Nee hoor. 16 plus valt mee. Er kijken hier zeker wel 100 mensen boven de 18. Zo, Tjallo. Wat had jij in één keer een lag spike? Denk het. Nou, ik had net een tik. Ik had die turbo, hè. Ah ja, let's go. Ah, oh. Heeft jouw server internet? Mijn server helemaal niet. Ik draai geen server voor GTA. Gelukkig niet, nee. Mark gaat een server kopen, toch? Van 21k. Dan kom jij er niet op, Monkey. Nee, dat kan ik niet verwachten. Mijn server afkraken. Oh, yo. Dat meen je niet. Doet hij dat echt? Max Verstappen, dankjewel voor het setje. Ik zal maar uitkijken met Mark een adminrecht te geven, want die mot er alles in. Yes, we got it again. We hebben een rembuggy nu. Dit is mijn leven. Mijn leven is compleet, jongens. Let's go. Tjalle! Heb je hem? Waarschijnlijk niet. Nee, ik wil nu bij Helen Klaas. Nee, dat spel is niet. Kak! Mariska, dankjewel voor je onderbits. Chromo, vertel even aan Freddy wat een fontanel is. Een fontanelletje is... Als je geboren wordt, dan ben je in je hoofd hier in het midden. En ook achter voelde ik laatst. Zacht. Omdat je hersenpan, zeg maar, kan plat worden. Je komt met een punthoofd uit... Laten we het heel netjes zeggen, de poes van je moeder. En de flamoes? Ja, met een punt. En dan krijg je een punthoofd gewoon eigenlijk. Dus je wordt met een punthoofd. Zo. Dat waren er 4 op een rij. Ja. Hey Brennus. Kom er maar langs. Kom er maar langs. Nee! Hey. Dat was erop. Hoi. Dus en dat is dus je fontanelletje. Hey Hugo. Hey, Snowzander. Stoplisters. Hey Tjaller. Hoi. Hoppa. En we pakken weer een brommetje, jongens. Zo, Rob is 7e gefinished. Ik moet je af en toe even kwaad maken. Yo, bro, Movo. Oké. Nou moet ik echt... Ik ga mezelf kwaad maken. Wacht even. Hou je bek, Tjaller. Hou je bek. Hey. Ik maak mezelf kwaad. Hou je bek, Mark. Maar daar heb ik een hele goede voor. Oh, is Rob. Dit werkt echt goed. Ik heb hem inderdaad. Ja, man. Holy shit! En nu denk ik. Dit werkt echt goed. Mark, jij moet echt je klote bek houden nu, jongen. Ik maak kapot. Ja, ik moet me even boos maken, Mark. Ik hou wel van je. Het spijt me dat ik zo doe.
Ik kom ook, er liggen 5 blauwe brieven beneden voor je klaar. Oh, dat... Top. Dat vind... kan alleen maar teruggave zijn. Nou... Daar ben ik blij mee, Charles. Ik ga ze met plezier verbranden. Hey Rob, duurt het even voor met de surf of dat niet? Ja, dat duurt even. Doet hij het nog niet dan? Hij staat nog niet. Ja, dan op. Moet je maar GTA opstarten, hè. Server staat aan. Ja. Ik zit er gewoon in, hè, brandweer. Ik ben nu met een tank over een balk aan het rijden. En auto kapot rijden. Hé, hey Chris Toplist, wat wou je nou? Ik. Ah, het is goed hoor. Salut, Kromo! Mariska, dankjewel nog voor je 100 bits trouwens. Dankjewel. En Arthur, dankjewel voor je 100 bits. Ta-da-da-da-da. Hey Brendus, hoe is het? Wee, let's go! Hoppa! 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 Waar gaat die tank heen? Dat is perfect. Precies wat ik wil. Oh. Oh. Let's go! We zijn echt pro, jongens. Dat gaat nergens over. Ah, ik weet al wat je hebt gedaan, brandweer. Wat? Je hebt een update geïnstalleerd. Lekker brandweer. Huh? De server is nog niet geüpdate. Lekker brandweer. Jij zit dus al de hele avond te wachten tot je de server kunt joinen, maar het ligt aan je eigen game. Ja. Nice. Dat, mag ik even een GG in de chat hier voor brandweer, jongens? Gewoon dat kan. Hoe bedoel je? Van de map zelf? Farming? Farming. Nee, van farming. Oh man, GG. Kijk eens even aan. Kan je zeggen, dit ding wordt automatisch. Dat ding hebt u net gehad? Ja, die updates moet je niet doen. Nee, totdat ik zeg dat je het kan doen. Zo, Brendo zat haast volgens mij hier. Even kijken hoe doe ik. Hey, Max Verstappen! Hahaha. Lekker voor je morgen, ho. Val jezelf eens een keer van de po. Weet je wat? Eigenlijk toch moet wachten. Chevy Bohar! De finish was daar en ik heb pech gehad voor Daddy. Hoe zeg ik die in een update aan de rug? Ja, dit is een verschrikkelijke vent. Doe maar niet branden. Ik ga de server wel even updaten. Nee! Ja. Hij kan hem toch gewoon terug updaten? Nee, dat kan die niet. Het is Steam, hè. Oh, ik dacht dat met Steam juist kon. Oké, komt goed. Kom er maar langs. En nou voor hem, speciaal is er. Hey Chris Toplist. Oude kipnugget sekser. Kappen nou, hè. Verschrikkelijke shit dit. Gadver. Hoeveel moeten er nog finishen? Nee, dat was weer een stukje van een tank. Echt jongen, mijn ballen exploderen binnenkort hier. Uit agressie. Oeh. Uit agressie. Arthur, salut. Deze is voor jou, let op. Daar ga ik. Salut. Hier ga ik, hè. Arthur, komt hij, daar komt hij. Nou, dit gaat de Hartman slipstream. Holy shit, hij begint te slingeren. Oké, kom op, doorgaan. Letterlijk. Ja, er zit er weer eentje met zo'n June op een retrobeugel. Zo zal ik de hand. Oh, dat was ik, denk ik. Jij nog steeds een June? Ja. Ik ben voor de finish, hoor, dus ik sta voor jou. Oh, dat is waar meneer. Hey! Yes, dit is leuk! Mariska, dank je wel voor je 100 bits. Niet omdat het niet, maar omdat het kan. Nou, inderdaad, vond ik ook. Dankjewel voor je 100 bits. Thanks voor je support. Weet je, heb ik toch een klein beetje support hier als ik kaart rij gewoon en zo meteen de finish haal en toch niet haal? Ooit. Oh, we zijn maar een half uur bezig, joh. Dit gaat goed. Hebben we opnames. Dit gaat goed. Mijn update van farming is nog sneller. Ja, ik ga nu de finish halen, jongens. Oh nee, hij respawnt even expres. Even kijken hoe eerlijk deze man is. Oh, hij is heel eerlijk. Oh. Opbok allemaal! Ah, nou, agressie! En de last minute tank. Dit is echt, jongen, dit is echt, echt. Krijg allemaal de vinketering. Echt waar, krijg gewoon de vinketering. Ik rij hier met een paar dikke strontventen, jongen. Dan, Ja, ze vallen ook allemaal op een rechte weg eraf! Wat zijn dit voor waardeloze coureurs? Hoe? Dat is gewoon bijna een randje. Jongens, ik ga maar door. Wat ga je doen? Werken. Oh? Nou. Nou, succes. Werk ze. Zet hem op. Haha! Niet dat je daar terug bent. Zo long! Nou, misschien wel straks even Jordan. Net geen DNF! Woehoe! Challa, doe je! Geef er nog een veeg aan terwijl je aan mij denkt. Hé, brandweer, als het goed is, moet hij er zo tussen staan. Ja.
Ik wou net eigenlijk tegen Challen zeggen, pas op dat je niet met je eigen auto rechts gaat rijden. Hij heeft een V-smaak, hè? Ja, daarom. Oh. Brendus zegt gelukkig boven jou geëindigd. Brendus. Binnenkort. Niks. Ja. Gaat goed, Christoplis. Gaat heel goed. Met mij gaat het minder goed nu, maar met Hede gaat het goed. Oh, echt 10 minuten later dan mij. Oh, Mark, doe maar cool. Echt waar. Ik finish altijd 10 minuten eerder op de wc als jou. Maar 30 april maak ik er een extra uitje 30 van. April zal ik een verlenging aanbreien. Het is jammer dat ik er niet bij kan zijn. Iemand is jarig. Van harte gefeliciteerd. Ik zit lekker aan de kust. Nou, wij zitten ook bijna aan de kust, hoor. Ja. Ja, is een kwartiertje rijden vanaf mij naar de kust. Nou, dat bedoel ik. Hey, voor mij is het 5 minuutjes rijden en ik zit op stand. Ben je op vakantie nu dan? Nee, ik ga de 30ste op vakantie. Oh, maar jij moet ook nog motorrijden en rijden. Ja, dat is de 29ste. Was een goede intro, Cities. Ja, dat heeft ze goed gedaan, hè. Die intro van City Skylines die ik niet heb gezien. Pro. Super zeker pro. Zeker GTA. Mark, lekker, dit is Mario Kart, dus dit moet. Mag ik een feit zo meteen? Nou, dat weet ik niet. Niet, hoeveel bied je? Hé, mijn kromen die motor rijden, dat is de 29ste. Ja, dat klopt. En de 27ste, wat is er dan? Even kijken welke dag is de... Koningsdag. 27ste, dat is woensdag. 27ste. Dan is denk ik schietenavond. En donderdag schieten. Jij gaat op Koningsdag schieten. Ja, eerst of oh, je pompenbar. Je kunt toch ook gewoon zuipen met Koningsdag? Nee, ja. Ik zou zeggen, ik zuip niet. Ik drink heel af en toe matig. Veel. Nee, en toch word je om 6:30 en ben je nog steeds aan het gamen 's ochtends. Ja, dat is iets anders. Monster Energy. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niks gewoon. Koffie. Koffie, ja, nou, dat bedoel ik. Wie gaat er nou midden in de nacht koffie lopen zuipen en dan vrij kan niet slapen? En een bakje thee. Er zit ook caffeine in. Wat is je punt? Ik doe de classic. Ik weet niet waarom, maar vind ik leuk. Shit. Ja, ben ik kleiner, hè? Dus de hitbox hoop ik ook wat kleiner. Oef. Ja, dikke goed. Waarom gaat het niet goed met je dan? Ja, omdat ik net gebeukt ben door een Chris. Ja. Alles op Chris. Alles op Chris. Let's go, we kunnen dit. Mark? Weet ik veel. Ja? Als je mij beukt, dan weet je wat er gebeurt, hè? Het is een dreigement, dit. Mark? Ik had in slipschiet. Zit je me nou alweer te beuken, Mark? Nee, ik zat in slipschiet. Ja, je zit hier ook al mee in mijn slipje te gaan. Hier, gadverdarrie, Mark. Oh, we zitten in de bouwpakloed. Zo, wie vliegt daar over het parcours? Uit. Nou, joh, ik lig op de kop, man. Ik groepie. Lekker kom. Ja, ik ga nu dood. Ja, ik ook. Ik leef nog steeds. Wat is dit nou? Kom op, man. Kakkerkart. Nou, Nino, blaas me maar op. Jongens, laten we afspreken niet te schieten, maar alleen bommetjes te gooien. Nou, dat kun je toch niet met deze gast. Laat me zitten. Oh, sterren van me, maar gewoon een pijnlijke dood, de ballen. Gadverdarrie, dat bedoel ik. Dat is niet te geloven hier. Sorry, Gropie. Oh, dat doet Mark het. Mark! Ik had je opgeblazen. Mark! Mijn vuist. Ja, zijn jongens, Brokkoli Stuiver, ja. Gebruik nou niet je geweer. Ja, hallo, dat doe jij ook, Mark. Ik gebruik niet mijn geweer, Mark. Ik gebruik de bommetjes. Ja, dat is gewoon hetzelfde, Mark. Je krijgt toch altijd scherp met de maakt niet uit dat wow, yo, dikke frontflips! Ik doe alles erop en eraan hier, hè? Whee! Alles erop en eraan, heb je. Nou gaat hij op mij schieten, denk ik, dus ik moet even slingeren. Dit bedoel ik. We staan een half jaar op een zwart scherm. Oh, dan pakt hij de turbo, dan pak ik de bommen. En dan vindt hij vast leuk, dit. Groetjes, Rob! Ja, ik ben er nu pas. Sorry. Ik dacht dat ik heel hard ging. Jij gaat echt reet hard. Nou, ik sta stil, Rob, dus... Ja, ik zie het. Ik wilde even hard gaan, maar het... Ik stond derde en ik sta inmiddels... Ja, wat is dit dan? Scherm 15. Leuk, hè, GTA? Ja, vind ik wel leuk. Brandweer, doet de server het al? Brandweer, hoe is het leven? 10% goed. Oh man. Wat is er, Mark? Wat is er? Ah, hij staat dan. Moet je niet boos worden op mij, Mark? Ik kan hier niks aan doen. Het was een bezem.
Fire, frontflip, jongen. Oh, wat? Er zit niemand in deze... Oké. Okay. Nou, vind ik wel leuk. Nou, ik ga lekker doorrijden nu, hoor. Ik heb Max Verstappen neergehaald. Oh. Dit is goed, jongens. Zo, lekker hoor. Dit is lekker. Ik zie alleen maar bommetjes voor me. Dus... Ah joh, wat is dit dan? Wat is dit dan? Wat is dit voor tepel? Gatsitari. Brandweer, ga naar bed toe, man. Je hebt niet geslapen vannacht. Wegwezen. Naar bed. Dat stap. Hij gaat mij proberen op te blazen hier. Ja, dat probeerde ik inderdaad. Nee, heb je niet gelukt, inderdaad. Mariska, nogmaals de thanks voor net voor de 100 bits. Wat gaan mensen met Koningsdag doen? Ik ben er wel benieuwd naar. In de chat, typ maar wat jullie gaan doen. Ik ben benieuwd wat jullie gaan doen met Koningsdag. Ik zou niet weten wat ik ga doen, want ik kan niks meer plannen tegenwoordig. Want het ligt allemaal aan scheidluiers en janken. Misschien nog wel gewoon 538 Koningsdag opzet op tv. Je kunt er ook gewoon heen, hè? Mark, waarom ga je niet gewoon lekker de stad in zuipen? Nou. Te duur. Het wordt prachtig weer. Terrasje pakken, ja, hoppakee. Ja, Rob, we gaan met z'n allen gewoon zuipen. Beetje vrouwen kijken, kom op. Ja, pak je wel de bus. Pak wel de bus naar de stad. Bij Rob is kijken en niet aanraken. Bij Mark is kijken, altijd aanraken en kopen. Wat niet weet, wat niet weet. Zolang ze er niet achter komen, is prima. Volgens mij gaan mensen vooral veel bier drinken, als ik het zo zie. Dat is op zich wel leuk. Dat is altijd wel lekker, toch? Ja. Iemand gaat maar leren. Ben je al gejoind, Rob, je bent getrouwd. Ja, nu kunnen we naar vrouwen kijken, Brendus. Ja. Kijken en niet kopen. Oké, dan zal ik even tegen jouw vriendin zeggen, Brandweer. Kijk hoe ze reageert. Hè? Hey, af en toe die clip dit even, Brandweer zegt kijken en niet kopen voor de vrouwtjes. Hey, en jij af en toe met die hele rare opmerkingen. Ik maak nooit rare opmerkingen, Brandweer. Nou, van de week ook nog. Zou ik nooit doen. Ja, maar wat jij niet weet, dat Gerard precies onder de camera helemaal onder de blauwe plekken zit. Ja, kijk en niet kopen. Slagen. Maar Brandweer, zit je al in de farming server? Hij is met 10% nog aan het laaien. Oh, dan komt het goed. Bezig met verbinden. Wordt uitgeschakeld. Huh? Je mag uit huis snoepen, zolang je maar thuis eet. Oké, Jappa. Ja. Of slaapt. Nou, ik heb dat nog niet nodig nog. Ik ben nog niet 40 plus, zeg maar. Als je 40 plus hebt, dan snap ik dat je begint te kijken. Nee, trouwens, Britje zit ook hier in de chat. Hallo. Kun je niet maken op dit? Kijk, ze typt nu boos in de chat. Oh man, ik ga scheiden. Oh nee, ze zegt nu toch niet. Dat kost te veel geld. Dat kost mij te veel geld. Weet je wat dat kost? Nee, je moet allebei wat anders huren. Dus dat wordt alleen maar van beide duur. Ja, wat dacht je van de kinderen? Ja, oh shit. Dan moet je ook betalen tot de 18. Oh, daar heb ik nog helemaal over nagedacht. Monkey? Wat? I got a problem. Wat dan? Nou ja, als je nu uit elkaar gaat, is het een duur grapje. Nee, joh. Ja. Maar ja, wacht, ik deed je aan herkennen, maar je kan misschien ook ontkennen straks. Ja, dat is het beste wat je kan doen, denk ik. Huh? Dat is niet met mij, hallo? Ik weet van niks. En die afgelopen 13 jaar dat je het hebt opgevoed dan? Ja, dat was per ongeluk. Heb ik helemaal niet doorgehad als ze hier was. Wie ben jij eigenlijk? Ja, wie is dat? Ik dacht dat het de buurvrouw was. Ik dacht dat het de buurvrouw was, die gewoon toevallig hier zat altijd. Rob denkt al jaren aan scheiden, maar dat kost gewoon te veel. Hij zegt geen nee, dus waarschijnlijk heb je gelijk. Nee! Oh, hij zegt wel nee. Mag ik niet beuken? Ik ga nog beuken. Ja, ik zag het. Maar dat is de andere kant van de maan, geloof ik. Oh, Markieboom. Oh, Markieboom. Ja, wat zijn je takken druk. Wonderschoon. Als je die checkpoint maar af, vind ik heb de checkpoint gehaald. Ja, ik ook. Oh, shit. Iemand beukt mij net hier. Oh, ik kan er net onderdoor glippen. Ja, je hebt zo'n Sander hier. Oh, kak. Hou ik hem op de weg. Hou ik hem op de baan. Hou ik hem op de baan. Oh. Mama! Hey, Rob. Oh, man. Dat kan ook, Brian. Brandweer? Je kunt gewoon altijd Rob bellen met zijn vrouw. Als je een keer gewoon wat vernieuwends wil. Ja. En ervaringen naar huis wil halen. Brandweer reageert niet. Heel slim van hem. Mark? Je kunt altijd Brandweer in huis halen. Ja? Zou je dat willen? Hier, oh, Brandweer zit even een koprolletje. Vind ik leuk.
Wat een ongelofelijke. Leuke race. Ja, echt. Jullie moeten niet zo zeuren, man. Dit is een mooie oldschool race. Hier deden we vroeger de rondjesrace op. Dit was gewoon helemaal live. Eerst keuren we de rondjes altijd. Dit was een mooie tijd. Ja, afvroeg. Erik, potverdik. Wat ben je aan het doen, man, vindt? Nou ja, doeg. Later. Oké, dus iedereen gaat met Koningsdag zuipen. Heeft iemand nog een aanrader met Koningsdag wat ik moet gaan doen? Ja, bier. Luien verschonen. Uiteraard bier en luien schonen. Ik heb geen even. Nee, ik lees één keer de chat, komt er een S-bocht. Verschrikkelijk dik shit. Poepen met Koningsdag is leuk. Oké. Nou ja, goeie. Oh, wat ben ik nu, 23ste? Doordat ik één keer crash? Leuk, hè? Yo, dit is... Het is leuk. Ja. Ja. Vooral zuipen, gewoon je ding doen, Chromo. Ja, Bolke, ik heb altijd zuiptips nodig. Wat is een goed mixdrankje? Ik hou niet van mixdrankjes, maar toch, gaat om het idee. En is een colaatje rum voor jou? Nee. Ik heb nog wel rode wijn staan trouwens, die op moet. Nou, had je... Nee, geen wijn altijd. Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Alles is te atten. Ja. Oh, dit is fijn. Dit vind ik leuk. Ik moet wijn halen voor van de week. Pimper snuiven, wijn atten. Ja, dat doe ik wel niet met Koningsdag. Dan slinger ik zo. Hey Thijs, lekker aan het kegelen hier. Lekker hoor. Vieren voor iemand die niet achter het volk staat. Nee, maar het gaat mij gewoon om het zuipen. Het gaat mij niet om die Willem Mark Alexander. Hey. Wat, zo heet jij, Mark Alexander? Ja, ja. Maar die zaadvlek van de Koningshuis boeit me dan weer geen reet. Nou. Maar het is wel goed voor de economie, eventjes. Nee! Ja, Mark? Jip. 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 Mark? Jip. Ik zie Mark hier rijden. Ik was gekrist. Ja, en goed ook. En terecht. Hebben ze in België trouwens een Koningsdag of zo? Daar heb je toch ook zo'n zaadvlek van de koning? Achter. Waar je vooral veel belasting voor moet. Ja, wij hebben gewoon zo'n vent waar we veel belasting aan betalen. En dan betalen die zitten daar gewoon puur voor de sier ook, hè? Gewoon, ja, dat is traditie. Nou, Sinterklaas was ook traditie, dat mag ook niet meer, dus. Oh jawel, dat mag ja. Wel, maar de rest, wat er, de aanhang. Welke aanhang, hoe noem je dat? Aanhangsel? Wat bedoel je, brandweer? Welke aanhangsel? Gewoon de oude zei jij nou het ZP-woord? Het F-woord. Het ZP-woord? Oh. Waarom heeft je, kan echt niet dit, hè? Nou, Mees, ik wacht nog even als je het niet erg vindt. Stuitenbal, Blue Curaçao met Sambuca. Je bent aan het honger als ik aan denk. En voor je 16e mag je ook geen friet meer halen. Dat is, wat? En voor je 16 friet halen mag... Ja, maar dat is gelul, hè. Dat gooi je eens een keer op om even te kijken of mensen ervoor zijn. En dan kunnen ze kijken of ze er doorheen kunnen drukken. Volgens mij is het in een ander land of zo. Hey, ze wilden toch ook in Nederland zoiets gaan. Nou, maar dan wordt het tijd om al die gasten daar op te ruimen, gewoon. Net zoals met de vogelgriep. Moest je het niet doen, dan kan erop makkelijk een kindje krijgen. Je gaat gewoon met nuggets bij de kinderopvang. Ja, maar dat wordt toch niks. Dan ben je straks op de kinderopvang en dan staat daar in één keer weet je, een kindje. Yo, friet kopen. Bro, friet kopen. Hey, weet je, op school in de pauzes. Hé, ik heb mijn hele kluis vol friet. Iemand kopen? Dan heb je illegale friet. Dat kan toch ook niet? Dan word ik straks aangehouden. Een illegale aardappelfarm in mijn huis. Oh ja, dat is een frietteler. Oh joh, smokefriet, everyday. Net zoals Boormeister. Happy meal. 18 plus heb je. Je mag daar maar 5 aardappels in je huis hebben en geen vertuur. Nee, ja, dat is echt verschrikkelijk, jongen. Suikertaks erbij, vleestaks erbij. En allemaal maar één troep vreten. Ja, chemische sojabende. Leeftijdsbeperking voor fast food lobby. Daar hebben we het hele over, Mark. Ja, Mark. Mark, dat praten we nu over. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar. Ik zit gewoon te gamen. Nou, hier niet. Okay. Bij mij niet. Nee joh, maar je krijgt daar gewoon een bekeuring als je een Happy Meal tegen. Ja joh. En dan klagen dat niemand meer politieagent wil worden. Wie wil dat scheidbaantje nog uitvoeren?
Ik had laatst wel een sneeuwwitje achter me. Toen keek ik in een spiegel, toen was er stop politie. Oeps. Ja, maar jij rijdt als een debiel en je slaapt niet, brandweer, dus daar kun je ook niks aan doen. Ik trok alleen niet zo hard op met een auto. Ja, dat bedoel ik alweer. Je rijdt als een debiel. Ja. Kijk, die gasten moet je aanpakken zoals brandweer. Niet mensen die friet eten. Brandweer eet trouwens ook friet uit de magnetron. Van die slappe zooi. Oké, daar gaan we. Yo, Chromo. Hey, Bill Spier. Hij is er weer, hoor. Bill Spier is back. Rijdt een Mark achter. Ja, Mark, ja, bedankt voor het setje, hè. Komt ook tegen mond. Ah, nee. Ja. Ah, nee. Ja, wat is er? Leuk. Oh, wat? Ik crash meteen vol gas ook gewoon. Ja, ik crash ik ben dood! Oh my joepske doer. Hey, Mark, heb je twee? Ja, en Jos ook. Lekker hoor, Jos. Okay. We zijn de klos. Ja, ja, Piet. Ik wil het kijken even bij... Als je gaat Happy Meal... Als je gaat dan de Happy Meal voor volwassenen... Nee, dit is gewoon een of ander debiel gay praatje om maar gewoon de McDonald's gezonder te maken. Daar gaat het ze gewoon puur om. We moeten allemaal van die chemische E-stoffen vreten met sojatroep. Zodat je lekker veel darmkanker krijgt en vroeg dood bent, dat willen ze. En ook allemaal die papieren rietjes die helemaal... Ik wil gewoon doodgaan aan vet overschot. Dat vind ik lekker. Dat is mijn leven. Laat mij vet vreten. Ik ben een vliegtuig. Met zout. Heerlijk. Haha. Ben je mee gemindie, Jeroen? Nou, daar gaan we weer. En nu gaan we vliegen, denk ik. Ja. Nou, dat is leuk. Is het de boven? Ja, de kapsalon is ook 16 plus. Kun je niet meer naar de kapper voor je 16. Dat zijn niet geloven dit. Kaas is lekker, zeker weten. Maar dat mag ook niet meer, hè? Zit een korreltje zout in. Zielig voor de koeien. Je mag binnenkort sojakaas vreten. Met Europees goedgekeurde chemische chemicaliën. Hartstikke lekker, geniet ervan. Dan ben ik een beetje vrachtwagen. Oh, wie staat hier op? Hey Rob, ben jij zoveel, joh? Ja, ik kan ook rijden. Ja, nee, ik dacht, jij ook een klopt. Nee, joh, ik... Dan kom wel eens daar aan. Worst! Ah, dat is uit de boze bilspier, dat kan ook niet meer. Hallo, je mag geen worst eten. Er zit vlees in, hè, dat kan echt niet. Je mag wel sojaworst vreten straks. Met Europees goedgekeurde chemicaliën. Geniet ervan. Ik weet niet. Na de wc 16 plus. Oh. Oh. Nee! Ja, dat is jij nou het engste wat gaat gebeuren in dit moment. Ja, een 3D geprinte worst, ja. Echt? Bier. Wedden dat ze dat ook naar 21 plus gaan doen binnenkort. Binnen nu en denk 5 jaar. Nou, dan gaat het bier ook naar 21 plus. Sterke drank zullen ze wel gaan verlagen. Dat je eerst nog maar maximaal 30% alcohol mag. Daarna de 40 of 20. Dat gaan ze in de komende 30 jaar doen. Zo gaan ze dat doen. Wordt leuk hoor. Echt heel leuk. Maar alle mensen die hebben gestemd op VVD of weet ik veel wat iets in die richting. Heb je zelf voor elkaar geboekt. Dus enjoy. Geniet ervan. Mij niet bellen. Ah. Ah. Oh. Hou hem recht, Kiltsie. Hou hem recht, Kiltsie. Hou hem recht, Kiltsie. Dit gaat goed. Nee. Oh, Kiltsie. Pas op, nou. Kiltsie. Kiltsie, rustig. Kiltsie, rustig. Niet ontploffen, Kiltsie. Niet doen. Nee, nee, nee. Ja, goed zo. Goed zo. Rustig doorheen. Gewoon rustig doorheen. En vliegen. Haha. Dat hebben we goed gedaan. Energy gaat ook weg. Het zal ook wel 18 plus worden eerst en dan gewoon zo omhoog. Dat is nu toch al 16 plus, hè? Om mijn papa te doen 14 plus. 17. Ja joh, kansloos. Oeps. Wat doe je nou weer, Mark? Ik ging even een strafbaar. Ja, straks mag je alleen naar je 65ste nog ongezonde dingen halen. Of gezonde. Want dan moet je opgeruimd worden. Dan mag je alleen naar mijn halen. Is brutaal op je vraag op wie je gestemd hebt? Nee hoor, ik heb met de gemeenteraadsverkiezingen gewoon lokaal gestemd. Maar daar heb je dus ook geen ene kloot aan. Oh. Wacht even de focus even hier. Hey, daar komt ie. En ik heb ooit mijn eerste keer dat ik gestemd heb VVD gestemd. Dat was heel verstandig. Ik ben meteen dood als ik het erover heb. Dit is het gewoon, weet je wel. Dit is top. En een paar jaar terug FVD.
Color Purple die heeft al 6 auto's verder. Ja. Ga je ooit nog uit? Nee. Geen ARK voor mij. Helaas. Moet nog achter. Ah, Democrat, sowieso. Hartstikke hard. Nou, here we go, Bjorn. Met z'n tweetjes, dit wordt hem. Nou, kijk, dit is soepel. Ik wil hem gewoon soepel rijden hier. Oh, ja, dat is de eerste paar. Ja, die eerste gaat, maar op een gegeven moment ga je... daarna gaat het helemaal fout en dan is het gewoon ontploffen. Oh, nee. Oh, nee. Even één keer te hard te doen in het doel. Ja, yikes. Ik kan je zeggen, de auto's worden niet veel beter. Nee, dat klopt, want ik rijd een kever en die gaat nu dood. Nee, ik leef nog steeds. Ik leef niet meer voor jou. Nou, ik ben wel op het moment met mijn kever. Oh, shit. Ai. Ja, ik heb hem nog heel. Yes! Ja, go. Yes, ik leef nog. Mark, wou jij me weer dood hebben? Niet te geloven dit. Gatsidari. Oh, ik ga draaien. Schoonmaakspel. Ja, vast ooit wel. Maar niet nu. Dat vindt Rob zo'n leuk spel. Ja, Rob is... Nee, ja, maar dat is Power Wars. Simulator. Ja, maar hij vindt elk schoonmaakspel. Nee, ik speel nu echt alleen maar Fortnite en Anno 1800. Ja, Fortnite kan ik wel, met de jaren snap ik wel. Anno moeten we binnenkort nog even een keertje doen, dat was wel leuk. Even verder met onze city. Ja. We built this city on alcohol. We built this city on alcohol. Yeah, good evening, Como. Hope all greets. Hallo. Hey, hi, see you, Clan. Hi. Ik zag dat je zo erg lucht in vliegen. Mijn aflevering van de Kermis de Pure 2 Bedrock Edition. Mensen die duren voor mijn spelsprecie. Oké, Lucky Lubbits, dat... Wow. HyperX, Rave Monkey. En dat ging dood naast mij. Monkey. Ja, Monkey. Ja, ik vloog even met mijn jet. Hé, hey, Rob. Vloog jij op iemand? Ja, ik vloog op iemand. Dat was naast mij, of niet? Ja, dat kan wel, weet je. Hé, hey, Chris. Hé, hey, Monkey. Waar jij nu heen? Ik was die auto die naar beneden is. Oh, die ene rode. Ja, goed gezien. Hi, Oh. Oké. Okay. Maar het nadeel is dat ik op vlot van jullie heel blijven. Dus nou, ik rook nu wel een Javaanse jongen nou. Nee! Ik rook niet op vlot. Mama, ik heb een kakleven. Ik ben weer dood gegaan. Ga je ooit nog een keer Farming Simulator spelen? Uljo, dit is je eerste chatbericht ooit. We hebben al 33 keer, of 34, 35 keer Farming Simulator gestreamd afgelopen tijd. AK 150 uur. Dus als je even Farming Simulator Chromatech intypt, gij zult vinden. Ik weet alleen niet of de server het nog doet, want... Brandweer heeft gejoined. En die heeft zijn cheats ingeschakeld. Oh, hij blijft nog steeds op 10% staan. Nou, dan moet je hem even opnieuw opstarten, reageren. Dat ligt denk ik aan jou. Ja, niet... nee, het kan ook wel aan de server. Nee, heb jij de game al niet opgestart sinds hij de server heeft? Hou hem recht. Ik rij hier achteraan bij met twee neusvleugels. Oh joh, Nino, nee. Ja, dat is mijn dood. Ah, doei Rob. Oh. Komt iemand heel laag met zijn jet aanzetten. Oh. Oh, die heeft echt geluk. Oh shit, ik leef nog. Oké, nu ga ik ontploffen. Nu het laatste zet, let op. Nee, ja. I'm alive. Ja. Ja, Batavia. Wie de hek was dat? Bjorn. Ja, hier, Bjorn Balzaat. We zijn op dezelfde TV. Ja, Monkey Bunky. Laat ons nu ook toevallig even ver zijn. Wat even de kant. Wat ben je? Yo, hè, Monkey! Fuck jou. Wat is dit? Oh, Mark. Yes, dit was een nice one. Hoezo? City Skylines komt morgen. Was vandaag online toch? City Skylines. Morgen is GTA en overmorgen is weer City Skylines. Dus Dave. Vandaag. Ik heb hem, Monkey. Hoezo? Ik zit. Ik rij nu in een dikke vrachtwagen. En ik ga donders hard. Oh, je hebt die kat verloten. Oh, heb je die al gehad? Die heeft Kroopje nu, en ik ook. Oh, die heb ik ook, ja. Ja, die is leuk, hè? Oh, ik kom op, en als je buiten die twee strepen gaat rijden, heb je dan ook niet die rembrakes? Ja, maar ik wil niet remmen. Ik wil juist sloom.
Want het hele probleem van dit ding is dat je gewoon te hard gaat. En je moet gewoon niet op je motorkap landen. Nou ja, dat gebeurt alleen soms vanzelf. Ik probeer te focussen. Ik ga achteruit nu. No! Ik ga weer op pot lekker. Oerend hard. Ja, ik doe wel dikke tricks. Dat is één ding wat zeker. Ik druk hem nog voorbij. Want ze hadden van de motocross gehuurd. Ja, Mark, hou even op, man. Cheater. Ik heb zwart scherm. Dit is fantastisch. Mijn leven is compleet. Let's go. We gaan nu met z'n allen tegelijk, Monkey. Dus dit wordt leuk. Ja, ik heb nog toch een zwart scherm. Dus ik heb nog een half jaar. Jij hebt nog een half jaar. Nee. Hiernaast heb je ook gewoon dit. En nu kom ik hier. En ze hebben van de motocross gehoord, langzaam rieren. Dat deed Krompie nooit. Dat vond hij toch maar niet verklooid. Ja, dit gaat helemaal fout. Dit gaat als... Deze auto is net even te lang hiervoor. Oh, ik glij over de motorkap heen, jongen, dat wil je niet weten. Oh! Ik leef nog. Was jij dat, Mark? Ja, of ik. Ja, maar Mark, bedankt. Je hebt me geholpen zelfs. Oh! En we glijden naar beneden en nu draaien we rondjes. Hey Monkey! Je gaat mij te hard. Oh, ik draai alle kanten. Ik ga ontploffen nu, let op. Ik heb altijd pech in mijn leven. Ik ben beneden. Ja, ik haal het ook, denk ik. Yes! Gelukkig. Bam. Here we go, boys. Dit gaat nice. Vlieg ik wel even van je vandaan. Oh, waar komt die terug? Weg met dat hele ding. Goedenavond. Hallo Ger. Wow, iedereen. Yes. Oké, kijk of Monkey nog even uit de lucht kan tikken. Ja, ik rees even omhoog nu, want... Hallo, Keanu Boy. Ik ben van België. Hoi. Welkom. Mooi dat je zegt, ik ga nu ontploffen. Vervolgens komt kunt hij hem op zijn poot terug. Ja, geluk zit een keer aan mijn zijde. Dat doet me toch wel goed. Dat is fijn. Ik ben niet zo fijn dat je iemand in de crew... In de crew zitten, dan kun je joinen, hè. En PC hebben. PC only. Oké, Bonky. Ik ga achter je aan. Dit is een strijd, jongen. Ik kom achter je aan. Dit wordt een hele dikke strijd. Er is plek. Ja, denk ik wel. Moet je joinen? You can do it. Het heeft maar niet zoveel zin hier eigenlijk. Nou. Oké. Ik denk dat dit wel zin heeft. Ik weet het niet, ik kom niet heel ver. Nou, ik wel. Ik ben al halverwege. Ja, dat wel, maar er staat even een heel raar auto. Oh ja, kom Max Verstappen tegen hier. Moet hem even recht krijgen, dan heb ik nog een speler. Ja, ik ga nu een rondje van de zaak. Nog een... Oh, ik ga even de bank. Ik zie Monkey. Oh, shit! Oh, ja. Ik sta nu stil, dus dat is op zich oké. Dat was niet helemaal de planning. Oh! Oh, yes! Ik loop er vlak over je heen. Lekker Mark, dat vind ik romantisch. Bonky Kong. Dit is Bonky Kong next level. Daar ga ik. Oké, vol gas, volgens. Ik heb hem. Ik heb hem, Bonky, sorry. Alwin. Ik ben blij dat je veel kijkplezier bent. Ik ga keihard, Bonky. Hallo, ik ben fan. Super strijder, daar ben ik blij om. Dankjewel Brennus trouwens voor je onderbits en onderbits, jongens. Ik ken nog wel iemand in Rusland. Die hem wel kan omleggen. We cannot talk about that. Dat is political ferry. Wel mooi dat je achterhoeks muziek kent. Ja, normaal luisterde mijn vader altijd heen. Die ging naar die concerten toe vroeger. Dus vandaar dat ik het ken. En ik ben alleen jammer dat hij ook zo'n prinknichtje is geworden, die Benny Joling. Hoppa. Hoppa. Maar ja, die is oud, hè. Dan word je pussy. Oh, kijk hem gaan, kijk hem gaan. Ja hoor, dit doet hij soepeltjes. Hij doet dit soepeltjes. Mark, hoe sta jij dan met je dwermgeit? 16. Zo Mark, je bent pro joh. En jij rijdt dus nu voor mij met een rode bakkie? Ja, en ik draai met je rondje. Ja, ik zie het. Ga ik niet aan mij. Oh, dat gaat niet aan. Ik rijd even tegen Nino aan, dankjewel. Daardoor heb ik Mark niet kunnen inhalen. Ik red hem. Ja, dat is ook niet moeilijk met deze auto. Ja, ik denk dat hij niet kapot kan. Dat is een en al band. Meer band dan ja, joh, ja. Er zijn ook twee jets die aan het wegvliegen zijn. Oh, dat is leuk. Klopt, ik heb kennis die werkte met Benny Jolink. Ah, nice. Heeft niet zo lang als op midden. Oude vent. Nou, dat is echt een oude lul aan het worden hoor.
Vroeger hadden ze zeggen, oi oi, ik hoef maar 50 te worden. En nu zijn ze allemaal bang, zijn ze bij de 80. Oh, ik wil er niet dood, nee. En logisch hoor, terecht. Ik zou ook niet dood willen als ik 80 ben. Denk ik. Hey Mark. Is dat ding nou roze of is dat ding nou roze? Mark is roze, altijd roze. Mark is gewoon een beetje van de verkeerde kant. Of de goede kant, net hoe je bekeken. Nou, ik hobbel lekker deur hoor jongens, daar gaat ie. Kiek, gong. Mark, hoeveel sta jij nog? 16. Nog steeds 16e. Loser. Mark, pleeg even zelfmoord. Rob, hoeveel sta jij? 15, ik rijd nu even in de taxi. Je rijdt in de taxi? Dat ga ik ook doen. Ja. Hey, Engels pratende kippenkloot, je praat in het Nederland op bokken. Ja, dat versta je toch wel? Ja, dat versta je wel toch? Alleen Nederlands hier. Hey, Robbie! Hey, oh, Mark is wel heel blij je te zien. Ja, hij heeft ook echt heel blij. Hey, Robbie! Die taxi en ik ontplof. Mark ontploft. Plakpartij. Oh, dat is niet fijn. Ik ben de koppel aan het doen, keer 6. Nu al, joh. Ik ga ook ontploffen nu. Shit, shit, shit. Ik leef op een of andere manier nog, maar niet meer voor jou, Mark. Maar hoe kunnen ze nou al? Ik leef niet meer voor jou. Nee! Voor de... Last minute ook. Yep, Mark, fake taxi. Let's go. Je kunt dit. Meta. Ik zal jullie even een prettig woordje Engels leren. Fucking. Oh. Fisting. Kijk, die... Daar wil ik wel de vertaling noemen van. Hè? Vuisten en naaien. Oké. Okay. Ja. Ja. Mark, leef je nog? Nee. Ik, ben je alweer ontploft? Nee. Oh, ik kom even een andere Taliban-strijder onderweg tegen hier. Mark, Monkie? Heb jij een gele joekel? Ja, ja, kom. Kijk eens kom achter je. Taliban-strijder tegen. Oh, hey Mark! Gaan we meteen omdat hoe is het? Markie! Rotterdam ben ik. Nou, het enige wat ik nu moet doen is overleven. Ik heb het overleefd, Mark, yes. Eerst heb ik een aap ben, maar dan kom ik misschien weer heel verkeerd uit de ben top. Jij een aap? Oh, een Rotterdams aapje. Heb ik er nou gewoon ingehaald, Jos? Dit soort races kunnen bepaalde gelukken geven. Kijk, ik word alleen maar gebeukt door Rob. Dat was Rob in die vliegtuig, hè? Nee. Jawel. Ik zag toch dat jij dat deed, jij vuile klojo. Ik zit in een auto. Ja, ik ga jou zo meteen ook beuken. Niet Rob, je zit op mijn bureau. Ik kom eraan, Rob. Dat weet jij niet. Ik zal je even dat zoeken. Dat weet jij niet 100% op het type. Robbie! Robbie! Hè? Is hier al over de 10% heen? 10%. Nou, dat is dicht in de buurt van 11%. Ja. Leuk die mini-cooper. Kan ik ook nog. Ja, die stiekem ook. Here we go! Staat al rijden jullie al in de mini-cooper? Ja, ik niet. Jeetje, jullie gaan wel dik snel joh, ik niet. Ik ben nu... Hey, time-out even die Engelsen, weg met die gasten. Dat gedonder altijd met die scheid nep Engelsen. Dat is geen Engelsen, maar dat is gewoon nep. Wegwezen. Ik tagte die Engelsen, ah nice. Oh, ik ontplof. Hatsenflats. Weet je dat ook nog wel? Ai, ai, ai. Wat hebben mensen met dit lekkere weer gedaan? Want daar ben ik wel even benieuwd naar. Ik bedoel, jullie zijn allemaal gamers en binnenzitters. Maar misschien zitten jullie wel buiten op de iPad nu. Even ik ben dood. Dat is fijn. Weet je, wat doen jullie nou allemaal met dit lekkere weer? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Mark, allereerst jij. Wat heb jij met dit lekkere weer gedaan? Ja, gewerkt. En wat heb je met dit lekkere weer gedaan verder? Voor de rest niks. Ik ben naar huis gegaan. Ik ben even op de gaan zitten. De afgelopen week was het ook lekker weer, Mark. Toen ben ik even bij mijn ouders in de tuin gaan zitten. Bij je ouders in de tuin gaan zitten? Ja, ze doen het voor mij eten, dus ik denk van dan ga ik lekker middag in de tuin zitten. Oh, lekker hoor. Met een alcoholvrij biertje. Met een alcoholvrij biertje. Dat moet er wel bijgezet worden, alcohol. Oké. En... Ja, ik moest nog rijden vandaag. Ja, kun je er toch gewoon wel 5 opdrinken? Nee. Ik wil zeggen, ik kan prima hoor, met een paar alcoholbiertjes. Ik wil niet hier het slechte voorbeeld geven, maar 5 kan makkelijk. Oké, 1 kan altijd, bedoel ik. Sowieso. Ai! Ai! Oh! Ja! Nee! Jokke Sakatoko! Ja! Here we go!
Mensen met de huis hadden graag fiets, geskateboard, lekker fietsen zoals gewoonlijk. Lekker tegenwind, hartstikke nice. De wind was niet heel hard, toch? Lekker in de zon gezeten in de tuin, vitamine D geklapt. 75 kilometer op vakantie geweest, jeetje. 75 kilometer fietsen. Ik ging rondrijden met een groepje en werken 30 kilometer fiets. Jeetje, wat is iedereen sportief opeens hier in de chat? Waar komt dit vandaan? Oh, Skuzzle heeft gefapt. Lekker man. Gisteren op de bank gekocht. Alleen die komt pas in oktober, wegens leeftijd. Ah ja, ik zal door de oorlog komen en corona natuurlijk. Daar heb je allemaal soldaten, die hebben corona, die kunnen die banken niet met elkaar zetten. Dat is heel lastig. Oh, ja. BNF. Er klapt even een driedubbele TI hier naar binnen. Jongens, niet te geloven. Schrik me kapot, man. Corny kont gaat. Hoi, Chromo. Hoe gaat het mee, jongen? Ja, nu niet meer zo goed. Alle barsten, man. Schiet hier mijn kop in. Ik zit met dit mooie weer. Zeker op het terras met een biertje gedronken. Ik heb niet op het terras een biertje gedronken. Nog. Al heel lang niet, trouwens. Ik zit nu te denken, al 2 maanden niet. Als ik hier echt op het terras nog naar Comic-Con. Krijg je geen afkickverschijnsel? Ik ben al bijna dood. Maar... Nee, Mark, ik ben nu niet zo oud als jij bent, hè. Maar, Corny Kontgat, dankjewel voor je donatie, jongen. Mag even een handje in de chat even Corny Kontgat, want die pont treft een dikke beat in, jongen. Holy shit. Ik moest even inviten, zag ik. Casper Spikey. Iedereen heeft een invite gekregen, dus meer kan ik niet doen. Thank you so much voor je support. Ik heb nog geen bier op het terras gedronken. Wil ik wel binnenkort een keer doen. Maar ja, komt er nooit van. Ik ben in de tuin bezig geweest. Top leuk. Oh ja, en ik zat nog te denken aan dartstreams. Ik zat nog te kijken hoe ik dat ga doen. Ik zat te denken, misschien kan ik wel mijn laptop gewoon streamen. En dan zet ik die beneden neer. En gewoon met de webcam erop. En dan 2 webcams. En dan gaat Brand weer alle nummers oproepen? En dan maken we er gewoon een party van. Muziekje aan, biertje erbij, potje darten, beetje lullen met jullie. Kijk, dat is pas echt een kroegavond. Oh, en, dan 2 keer en dan 2 keer verliezen. En uiteraard lamzuip ik op binnenkort wel weer, maar ik kan gewoon nu nog niet zoveel. Ik wil niet zeg maar de lam weggaan en dan Terine achterlaten nog met die kleine. Dus binnenkort ga ik gewoon lekker zuipen. Komt goed. Brandoes, dankjewel voor je onderbid, jongen. Ik heb te horen gekregen dat ze mijn uitlaat hebben gevonden in Amerika. En er komt eindelijk hierheen, er 2 maanden op gewacht. Oh, dus jij hebt een uitlaat besteld, die was kwijt natuurlijk. En die heb je nu eens eindelijk gevonden. Nee, hij heeft hem onder zijn auto vandaan gehaald. En hebben ze... In Amerika gevonden. Oh, hij is er onder de vandaan geschoten toen hij even ging reffen. Hé, hey, doe even reffen, ja, doe even reffen, Brandoes. Is goed. Vloemp. Schoot zo naar Amerika. Ik zou er gewoon een stijgerpijp onder binden. Ja. Nee, is te zwaar, hè? Tegenwoordig wil je alles licht hebben. Er zit gewoon een pringelsbus eronder. Wacht, hoe zeg jij dat nou, Jeroen? Een pringelsbus. Stijgerpijp. Stijgerpijp. De enige die geen... Haags. Vingers kan vinden. Je kan niet kiezen. Ik vind mij lekkerder dan bier. Dat maakt helemaal niks. Maar een BMX stream, dat is wel vet. Oh, en je hebt dus van die dartborden. En dat is echt heel vet. Misschien moet ik gewoon een keer even een klein donatiegoldje neerzetten in de toekomst. Want het is wel een beetje duur. Ik vind Terine vast leuk als ik dat haal. Maar dat moet eigenlijk wat voor nou, dat is een dartbord. En daaromheen zitten sensoren. Scoria heet dat. Ik zal het straks even laten zien. En dan telt hij het automatisch op. En dan kan ik dat gewoon net zoals bij dartwedstrijden gewoon in beeld brengen. Dan hoef ik het niet in te vullen zelf of te rekenen. Dat scheelt al heel veel awkward moments. Wacht even hoor. Wat zei je, brandweer? Gewoon een elektrisch dartboard. Nee. Je hebt zo'n apparaat, sensor, gewoon normaal dartboard. Geen idee. En die tellen het dan op. Alleen is wel 800 nog wat euro. Zo'n sensor. Wie was dat? Ik zag het voor me rijden. Ik zal kijken wie het is. Het was Max Verstappen.
Een rode auto, toch? Ja. Ah! Robbie Lion! We gaan kleine kindjes maken! Ah. Doeg. Krutjes. Maar dat is super vet. Nee. Wow. Neem jij dat dartboard, zorg ik voor muziek en bier en eten. Ah! Zeg Mark dat? Nee. Dat zegt iemand in de chat. Dat snap ik. Respan. Arabella. Are you kidding me? Heb ik natuurlijk net de checkpoint niet? Nee. Ah, mag ik nog wel voorbij. Niet te geloven dit. Gadverdarrie. Ah. Ik zie daar Mark rijden. Ja. Ah, ik bonker een groene aardappel vanaf hier, jongen. Moet nog weer respannen ook. Staan nog steeds 10. Ik doe het nog best wel goed. Haha. Kitsune. Linda, Laantjes, Lulu. Maar dat is dus een dartboard die automatisch het optelt. Dan kan ik dat in beeld brengen, net zoals bij dartwedstrijden. En dan kunnen we dus gewoon darten en lullen. En dan hoeven we niet de hele tijd te hoofdrekenen tijdens zo'n stream. Ja. Dat is na 2 biertjes ook wel een stuk lastiger. Na 10 biertjes wordt dat lastiger. En dan nodigen we gewoon de hele mensen uit. En dan zeg gewoon, nou, dan komt Mark hier een avondje darten. Rob komt darten. Monkey. Ik hoorde dat jouw vriendin vlak of ergens waarbij je wel langskomt. Dan pak ik wel de trein die keer. Dus Monkey, kom ook even een keer langs, gezellig. On the route, hè? Wat? Je komt ook een keer bij mij langs, gezellig. Gaan we dak. De kakrespons! Hou nou op! Het kost allemaal punten! Oh, sorry Rob, maakt niet uit. Mark rijdt achter mij. Het is super zaadvlek Mark. Ta-da-da-da-da. Super zaadvlek Mark. Hey, ik crashte. Mark? Jammer jongen. Goedenavond. Hallo, hi. Met wie speel je? Ik speel hier met Monkey, Mark en Robbie de Poppy. En brandweer, die zit erbij voor de... Ja, gezelligheid kun je het niet noemen, hè. Hij zegt niet veel. Nee, hij is zagrijnig op de farming. Dus farming, hij is zagrijnig boos. Dan kunnen we die elektronische borden zijn niet heel duur. Nee, Terminator, ik heb een normaal dartbord. Elektronische borden, dat kan ik niet in beeld brengen op mijn computer. Je hebt dus Scolia-sensoren zitten eromheen. En die tellen gewoon voor jou de dartpunten op. Van die elektronische dartbord is ook lastig gooien. Brendus, dankjewel voor je onderbid, jongen. En Connie Kontgat, nogmaals dankjewel voor je support. Nee besteld en dat wegklappen had gekund. Zijn net zo hard als een nitraat die klap uit bij het laten. Dat is wel nice. Als, de pops en de bangs. Als we ooit een meet and greet doen van de zomer, dan moet je even met die auto even pops en bangs doen. Dan wil ik het even filmen. Niet dat je het dan echt hoort, maar gewoon ja. Pointer, nee. Like en dat boeit me ook eigenlijk niet zo heel erg. Dat is een leuke aardige jongen, maar ik ken ik verder niet. Heb je dit weekend ook NASCAR gezien? Was het in de blubber? Nee, ik heb geen Ziggo, Adriaan. Ik heb mijn Ziggo weggedaan. Dus, maar was het leuk? In de blubber was dat toch of zo? Ik heb 20% moeten overbieden op een huis. Nog net aan het huis gekregen. Wat? Nog net aan het huis gekregen. Je hebt het huis dus wel met 20% overbieden. Gevaarlijk, de rente gaat omhoog. Nee, NASCAR is ovaal en dat heeft heel veel technieken met... Ja, ovalige rondjes rijden. Zet jij hem wel op super? Of blijf hem op voor? Oké. Crew members invite. Hoe kijk je nu Formule 1? Via Play gewoon. Op de tv. Wat? Waarom kan ik die scheidauto... Ah, daar is hij. Ik wou net zeggen, I want my car. Nou ja, Skussel, het is niet de slechtste tijd om een huis te kopen. Dat is de grootste onzin, want in de afgelopen 20 jaar is nog nooit een huis gezakken. Zo moet je het altijd bekijken. Dus ze zeggen elk... Tegen mij 4 jaar terug zeiden ze ook, of 4 jaar, dik 4 jaar terug. Zeiden ze ook tegen mij, je moet nu geen huis kopen, want oh, dit en dat. Ik heb een huis gekocht, die is een ton meer waard in die 3 jaar tijd. Dus zeg nooit dat het de slechtste tijd is. Dat zeiden ze toen tegen mij ook. En toen gingen mensen geen huis halen van, ja nee, ik wacht nog even, want ik vind het gevaarlijk. En die kunnen nu geen huis meer kopen. Dus, moeilijk om te zeggen wanneer je het verkeerd of goed doet, maar je doet het denk ik nooit goed. Hopla, here we go. Hey Mark, zonder te beuken man. Ben je ziek?
ben niet ziek. Hoppa, zo doe je dat. Mag ik kijken? Hoppa. Ja, muur gelijk. Ja hoor, hoppa, zo doe je dat. Kijk maar eens gaan. Hoppa, mooie beuk. Zo, wie vloog daar dan weer? Hoi. Oh, krentenbol. Oh, krentenbol. Wat lijkt Mark op een hondendrol. Die spant ook lekker in. Ja, Mark, die spant lekker in hoor, die drol. Ik rij nog. Mark, mag ik bij jou even een dikke drol inspannen op je wc? Hoor. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik hink naar mijn auto. Iemand gaat slippie doen hier. Ik ben gelept door Mark. Ja. Oh. Rob, ik probeer het, maar ik moet jou eerst voorbij. Oh, en Casper die doet heel wild. Hey Rob! Ja, rij aan. Ja. Ja, dacht ik hoe is het? Weer een wonder. Niet doen Rob, dat gaat niet snel. Ik meen het. Ik ga jullie allemaal inhalen nu. Au. Even wallride. Ik wil ook even wallride, sorry. Ging niet helemaal lekker dit. De slipstreams zijn niet zo fijn. Nee, de slipstreams zijn minder prettig. Vooral als Gerrie tegenkomt. Die bats je even de muur op, daar gaat nergens over. Ger, rijd nou door, frikandelbijter. Ze zijn echt niet te geloven. Allemaal groen. Hey, niet schelden. Jouke, dankjewel voor de sub, jongen. 18 maanden sub. Thank you so much ervoor. Jo, er komt daar iemand. Jouke, dankjewel, man. Jou, ja. Thanks. Ja, ik zei focus op 18 maanden alweer bij, niet te geloven. Oh, die brengt mij ook nog even over. Oh, ik glij uit, gaat nergens over hier. Monkey! Ik doe even een bonkie. Oh, wat? Yo, doeg hè, groetjes. Ik lig eraf. Hé, hey, niet schelden hè. Het zijn geen pops en banks. Het is een two-step. Ik kan die kloppen overschakelen met anti-boost, lag of vlam schieten. Oh, nice. Ja, van lag hebben we er ook een paar hier last ja. van. Lag kennen we, ja. Anti-lag willen we wel hebben. Ik zie Rob al voor me. Oh? Rijden. Kan iemand Mark beuken, gewoon voor de lol? Ja, pop gewoon even groen of zo. Ja, Mark, nu niks anders zeg, gewoon groen. Echt. Nee, gewoon op die rode. Echt, jongen. Hallo, ik ben ook rood. Hé, hey, Mark, waarom altijd op mij? Hé, hey, Robby. Stelletje dikke, vette, dikke, imbeziele, dikke, bonken, schimmelkaas. Ik denk, doe even boos, Brendus. Sorry ervoor. Maar ik... Alsjeblieft, Mark. Ik vind het cool. Ik vind het nice. Mijn favoriete woord is Mark. Ja, dat is gewoon mijn favoriete woord. Voor mij is de Krieger niet de beste auto-keuze geweest. Nou, ik weet het niet. Oh. Maar hij liep echt best in de bocht. Oh. Here we go. Altijd even op in je spiegels kijken als je de baan... Morgo! Gadverdarrie! Ja, die klapt ook al een keer bij mij de baan in één keer. Mark! Vette ingeblikte rookworst! Ik zie Monkey. Ja, ja ik heb echt alleen maar pech hier, jongens. Het gaat helemaal nergens over hier. Ah, gatsidari. Oh, er spant even eentje voor mijn neus. Oh man, jongens. Het gaat mij echt helemaal zaad. Gewoon verschrikkelijk hiervan. Hey, ik loop je. Hey, man. Jeetje. Sperm en Sally. Zo. Oh, ik denk dat jouw auto beter is, Mark. Ik heb de Devastie 8 hier. Die is inderdaad soms wat sneller op stukken. Ja, die rijdt lekkerder door die bochtjes of zo, denk ik. Ja. Of je hebt gewoon meer geluk, want ik kon net gasten tegen die me beuken. En het is geen pretje. Ja, ik kom Rob nu alweer tegen. Ja, maar Rob die staat stil. Dat is ook, die zit in de pits. Nou. Mark, ik weet niet wat je over die vangrail heen doet. Ik finish het. Oh, oké. Okay. Ik zag je over de vangrail heen klappen. Ik denk, nou. Nou, het is heel kan ik nog even een comeback maken hier in de laatste ronde? Ik ga mijn best doen. Iemand beukt me. Kan ik Jos nog in je... Oh, Jos die rijdt voor me, maar die daar heb ik niks mee te maken. Oké, zoveel, dankjewel. Je moet een binnenbochtje pakken, dan ben je snel. Ja, je moet een eker. Dan krijg je uitblijf. Hey, let's go! Hey, ho! Let's go, Rob! Jammer. Nee, die kunnen inhalen. Michael, dankjewel voor je onderbeats. Je kiest de races uit. Ja, dat was een beetje dat ik zeg van... Het is wat het is. Maar Brendus, dankjewel voor je 100 bits. En Jouke, dankjewel voor je 18 maanden sub. Hoe gaat het met Alien Trine? Dat gaat hartstikke goed, Jouke. Dat gaat weer hartstikke goed. We zitten helemaal in de flow van stront, pis en vette kots.
Dus, oh, vet. Ja, lekker. Maar je moest ook geen patat frikadel al geven. Oh ja, ik denk snel patat geven, voordat het straks niet meer mag van onze superoverheid. Die ik zeker naar ga luisteren en kaart aan bid en op aftrek. Oh, ja, zeker weten. De overheid vind ik zo fantastisch. Echt het mooiste ter wereld. Ja. Nou ja, het is ook makkelijk voor de overheid, hè. Die hebben allemaal 65 plus termen. Dus ja, kun je alle 18 plus shit wel afdoen. Verwijderen. Hé, hey, een tijdje niet meer gekeken. Ben je ineens vader? Gefeliciteerd. Safety car deployed. Oh jongens, yellow flag. Red flag. Nee, nog niet. Ja. Ging per ongeluk. Safety car. Kom je Trine tegen op de keukentafel 9 maanden terug, 10 maanden terug alweer. En de rest geschiedenis, weet je. Zo gaat dat, weet je wel. Stront, pis en kots. Was dat vroeger niet zo? Jawel, maar toen was het op een grasveld. En tegenwoordig is het in de Pempe, dus dat is wat anders, Boommeister. Ja. Oké, ik moest even losgaan op deze beat. Kom maar, je beeld hangt soms. Van Krombrugge, jou ook. Sorry. I don't know. Wat? Join the Discord. Wat zit hier nou te lachen? Op het slaplach. Nee, het kwam wel aardig goed uit. Hoezo? Ik zeg gewoon, jouw beeld blijft ook wel eens hangen. Ja, omdat hij kijkt, dus op zijn beeld blijft hij hangen. Ik heb er geen last van. Pointer, nee, wist ik ook niet, hoor. Nee, zeg tegen Trine, save the car in this lab, 9 maanden geleden. Ja, dat was toen inderdaad het geval. Dat was... Ja. Maar het was niet echt safe, moet ik zeggen. Het was een unsafe release. Uit de pitstop. Het werd ook ongemakkelijk stil. Ja, nee, ik zit de chat te lezen, maar Mark die werd er wel een beetje ongemakkelijk van. Mark, wat? Zo doen mensen dat. Zeg maar in de Sims doe je, oh ja, ken je dat? Nou, ik weet nog wel in de Sims vroeger dat ik vanaf naar mensen ging bellen, dat ik gesteld kreeg. Ja, daarmee heeft Mark nog steeds geen relatie, jongen. Zij belde altijd zijn liefdes midden in de nacht wakker en dan zei hij... Nee. What's up? Ik sta voor je deur. Hallo. Dag Mark. Hey, dag Tijn. En heb Joran. Ja, iemand beukte mij. En rijdt iemand de sloot in. Oh, en dat was Joran. Ik beuk je even. Ja, dankjewel man. Zag je Joran ook van de sloot klatsen er gewoon in, jongen. Nou, dan gaan we lekker met de krieger. Dus een Mercedes inderdaad, voor de mensen die dat was opgevallen. Heel goed gezien, jongens. Au, Mark Verstappen, jij rijdt in een Red Bull. En Mark, jij rijdt in een Monster. Of jij bent een Monster Energy. Mark, rustig aan hier. Haatje, kom mikken. Mark, rustig aan hier. Mark, rustig aan hier. Nee jongens, niet gewoon allemaal. Dat Mark, rustig aan hier. Mark, niet voor... Ai, 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 niet te geloven dit. Lekker boeien. Gaat er allemaal lekker boeien. Lekker boeien. Nou. Oh, ik zie het al. Oh, gaan we het zo doen? Het is een boeiende race, Mark. Hey Monkey, kijk eens achter je. Zie je twee lelijke dikke flikkers. Ja, en eentje die valt nu van de baan bijna. Mark, je beukt me. Nee, één. Ik deed echt helemaal niks. Kijk de stream maar terug. Ik reed echt heel netjes. Ik deed praktisch gezien niks. Hey broccolibal. Ja, dit is niet handig. Ja, oh, dit wie beukt mij hier? Hallo! Broccoli. Hey jongens! Oké, laat mij even eerst jongens, dan komt alles goed. Kom met trui dan. Succes Mark! Heb je hem al? Ja, sniper X, rij je. Yes! Ik ben zo blij dat ik daar al heen ben, want er staat zo meteen 19 man te klooien. Daar gaat helemaal nergens over. Oh shit, ik ben bij Kutzoon. Hey, ik zag dat Kitsoon ergens een naam van was, van een film of zo, of een... Kan dat? Ik las het pas ergens. Ik dacht in één keer van, ah, daar heeft hij zijn naam van. Hey, Devastie 8, how you doing, man? We gaan maar waar je dingen gegeven. Ik zou het niet weten. Ik las het alleen en ik dacht opeens aan Kitsoon. Ja. Ik heb bijna mijn rijbewijs, let's go. Bijna is het nog niet helemaal, dus eerst even zelf helemaal halen. Je kunt altijd nog zakken voor je examens. Maar succes, zet hem op. Je kunt het. Jullie zijn een stel rookworst in de chat. Goed, samen. Nou, wel een... Voor de finish flik ik over de baan, man. Nee. Oh, lucky, man. Oh,
Ai, ai, ai. Hoeveel races doe je nog met start naar GTA? Start maar op, nog 5 of zo. Kunnen kijkers meedoen? Altijd. Nogmaals. Mark, hoe sta je? Ben finished. Hoeveel is het mee geworden, Mark? Ik weet niet aan mijn kop. Oh? Ik kon niet zien. Mark boeit gewoon geen ene reet, die weet gewoon Mark niet. Mark staat achtste. Dankjewel, Andy. Kitsune is het Japanse woord voor vos. Hey, Morgoth heeft een beetje problemen met een truck. Ah. Ja, oh, ja, die Morgoth heeft een beetje problemen. Hoeveel ongeluk moet je hebben? Je hebt echt veel pech. Ja, en dan heeft hij ook DNF, dus dat is top. Rippy in de chat. Voor Morgoth. Kitsune is een Japans woord voor vos. Is Kaylee al wakker? Ik ken Kaylee niet. I don't know who it is, Bjarne. Of zal ik je noemen? Pjarne. Pjerno. Oh, Brindus, daar komt hij. Om eens te kijken, je ziet af en toe eens hoeveel races je gewonnen hebt en hoeveel races je verloren hebt. Ik kan me nog herinneren dat ik er een paar honderd gecheat heb vanwege die turbo. Heb jij gecheat? In het begin heb je toch dat je 100 races moet winnen of zo, of 50 races moet winnen voor de turbo te unlocken. Ja, dat kan wel. Oh, dat zo, ja. Dat je dan met z'n tweeën race in elkaar liet winnen. Ja, dat zou kunnen. Nou, ik denk dat ik er misschien iets van 30 daarna nog gewonnen heb in mijn leven. Ja, dat is wel goed, toch? Op zich. Ja, ik verrecht aan de opzichting. Clancy die zegt, Kitsune is een karakter uit Call of Duty Cold War. Nice. Dat heb ik altijd al geweest. Nice, nice, nice. Het is inderdaad een vos, oké. Okay. En Zenko betekent waarschijnlijk gewoon slagersworst. Vos slagerworst, vossenworst. Dat zou wel lekker zijn. Nee, hartstikke leuk aan Mark beuken. Dat is goed. Nee, ik hoop je beuken, is goed. Als we ja, kroopje beuken, dan komt het niet goed. Oh, tuner cars. Die heb ik niet mee. Oh, dit is wel crisscross, dat is leuk. Oh ja, leuk. Ik start hem heel snel, maar ik ben net te laat. Dat is wel leuk. Ik denk wegwezen, snel starten voor Hardstyler is. Oké, even kijken. Hoe kan ik hem nog even kicken? Oké, ik kick je niet. Dan komt het goed. Kroompie, kom je inhalen in de playlist. Brendus. Zuig mee een banaan. En luister naar dit liedje. Into the Wild. Dat klinkt lekker. Echt, ik ga nooit meer een update doen van farming. Never. Nee, dat had je ook niet moeten doen. We hadden een gewaarschuwd. Die update moet je gewoon weer verwijderen. Brandweer had gewoon... Ja, nee, maar brandweer, daar moet je nooit naar luisteren. Want brandweer heeft op een of andere manier een vloek op zich. Het is een hele lieve jongen. Maar alles wat brandweer aanraakt, verandert in dikke stront. Sorry, brandweer. Daarom wou ik je laatst geen hand geven. Nee, maar nooit updates doen. Updates zijn poep. Als iets goed loopt, dan loopt het goed. Geluid staat even heel zacht. Ja, Brendus is een hele lelijke vent. Maar zijn geluid staat zacht, dus hij hoort mij echt niet. En Michael, dankjewel voor je 100 bits. Clancy, dankjewel voor je 100 bits. En dank jullie wel voor de 100 bits. Ik stuur de hele tijd invites voor de crew eruit, jongens. Ik druk constant op enter hier. Crew members, invite. Alright. Ik heb vandaag mijn leven in Leuven verschoond. Ik ben blij dat ik zelf geen kinderen heb. Nee, maar alles na een half jaar en echt voedsel, dat is sowieso stankende schijt. Sterkte. Als mijn kind straks rond de 6 maanden is, dan breek ik mijn vingers opeens. En dan, oh, mijn vingers gebroken. Maar ik kan er wel streamen hoor, dat gaat net goed op. BMX lukt ook nog, want ik, ja. Maar dat pump is daar ook niet. Flavorist, zou je kunnen leaven? Gewoon al te vier. Weg. Je bent misschien een hartstikke aardige jongen natuurlijk, maar je houdt iedereen een beetje op. Nee, ik ben niet de King 77NL. Nee, dat is iemand anders. Andy. Binnenkort, ja. Kromo, doe binnenkort ijs maken. Ik heb nog wel een paar lekkere smaken in gedachten. Dan kun je die maken. Waar je die nog niet bestaat. Ijs, ik moet heel iets eerlijk bekennen. Ik hou niet van ijs. Maar mij maak je niet blij met ijs.
Ik vind ijs gewoon niet lekker. Ik best wel. Vinden jullie ijs lekker? Ja hoor, in de zomer. Ja hoor. Ja. Jullie vinden in de zomer ijs lekker? Nou, gewoon altijd. Winter, maar ik weet niet. Nee, ik vind ijs gewoon niet zo lekker. Ik vind het A, koud en B, gewoon niet zo lekker. Ik wil het niet zeggen. Maar vind je al het ijs niet lekker of is het meer dat soft ijs? Ik hou niet van ijs. Waterijs vind ik helemaal niet te vreten. Dankjewel, Flever. Ik had laatst een Magnum op, toen met die hete shit die we aan het vreten waren. Ja? Nou, dan vind ik het wel oké. Ik ga je gewoon de meest dikke scheidbak alle tijden pakken, best. Geef mij maar een droge worst. Ja, nou inderdaad, een droge worst. Een droge worst. Nee, geef mij maar lekker kaas of zo, ja. Maar ijs word ik gewoon niet blij van. Ik vind een echt soft ijsje van zo'n kraam, die echt heel vet is en zo slijmerig, die vind ik oké. Met als je ergens op vakantie bent of in de zon, maar... Maar hebben ze een ijswinkel waar ze het zelf maken? Ja, ja, Magnum. Allemaal verschillende smaken. Ja, dat is toch bij zo'n zaak. Ja, ja, maar dan hebben ze wel van die machines waarmee ze het zelf maken. Ja, maar dat is toch meestal... Dat is toch altijd zo. Oh, dit is een driftauto. Jongens, later! Kijk mijn driften! Ben jij nou weer? Ja, de meest verschrikkelijke dikke scheidbak alle tijden. Dus als ik jullie inhaal of voor iemand eindigt met deze auto, schaam je. Nou, dan moet ik toch even naar je toe. Dat ik nog rij, man, op de achtste plek. Alleen jammer dat Robbie Lyon een zaadvlekje is. Een 13-jarige zaadvlek. Een zaadvlekje. Een klein zaadvlekje, ja. 13-jarige zaadvlekje. Nou, dat begint het allemaal net, hè. Oh, sorry. En daar komt een 42-jarige oude dikke vette bomzaad aan, jongen. Ai, ai, ai. En de nasleep. Yo, deze auto rijdt echt voor geen meter, jongens. Soft ijs gewoon. Ja, als ik ijs moet eten, soft ijs. Bananenijs, sorry. Nee, soft ijs. Nou, nee. Ja, Monkey. Ja, echt, als ik ijs neem, neem ik vaak bananen. Jij eet bananenijs. Sorry. Ja, na het laatste bananenijs is het toch beter in. Hartstikke. Wel, Kasper. Droge worst die je bent. Ja, en daarna maar weer inhalen en blij kijken, hè. Oh. Oh, ik blij. Ik vind wel lekker McFlurry, nee, vind ik ook niet vergeten. Daarom, als ik naar een restaurant ga, dan neem ik gewoon soms biefstuk. En dan haal ik daarna gewoon nog een voorgerecht of zo, in plaats van een toetje. Als ik nog niet vol zit. Soms doe ik in plaats van een toetje ook koffie. Koffie? Ja, in plaats van een toetje. Ik zuip geen koffie in restaurants, alleen maar bier. Ik ben nog geen 80. Ja, word ik hard daar tegen. Maar als ik 80 ben, mag je waarschijnlijk geen koffie meer, maar slecht voor je hartje. Zit er geen driftband al? Ja, dat lijkt er wel op. Er haal ik een decafé voor, hè? GTA-spelen is slecht voor je. Ja, ook. Mag ook niet meer dan, hoor. Of dan krijg je een paspoort gelimiteerd aan je computergedrag. En dan mag je maar zoveel uur per dag. En dan moet je sporten voor korting op je verzorgverzekering. Dat is in China. Mogen kinderen onder de 18 jaar maar 3 uur gamen per dag. Dan willen ze hier ook naartoe. Maar blijf vooral stemmen. Ah, ik haal iemand in. Oh, dat had geen nut. Oh jawel. Yes. Dit voelt goed. Ik moet gaan, Thijs. Stoffen, we gaan je missen, man. Maar inderdaad, je zei het al. See you later, man. See you next time. Hey, je hoeft nu niet te stemmen, spitsen. Dus ik zou niet weten waar ik op stem nu. Maar brandweer, ik zal vast beginnen met downgraden als ik jou was. Kijk hoe dat moet. Maar de vorige keer had ik van Haga gestemd. Dat is wel moeilijk, je moet bij je properties... Voor mij gewoon naar de game en dan... Ik stem op bier. Dan nice. Downgrade. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen Steam variant. It's a me Dani, see you next time, my friend. Robby. Heel makkelijk is die. Oh kak jongen, waarom altijd mij? Jullie zijn zulke dikke, vette, Robby, dikke, opgezwollen bonkers. Jammer. Ik had altijd het idee om het plan om te gaan emigreren, maar nu helemaal. Snap ik. Kan ik snappen, laat ik het zo zeggen. Al is het maar voor de belastingcenten. Money, 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 money voor de Rufus. Money. Money. Thanks. Dank je. Oh, broccoli snuiver haalt me een rondje in. Gamer cool, dankjewel voor je donatie. Ik Chromo, sorry voordat ik je beukte.
Iets om goed te maken, speciaal voor je dochter als ze laatst zin heeft in gehaktballen en rookworst, dan kan ze dit kopen. Thanks voor je support, man. Dankjewel. Gamer cool. Gamer cool. Je hebt volgens mij vooral andere mensen heel veel gebeukt, maar dat terzijde. Maar thanks voor je support, man. Ja, als ik in de buizen rij, is de kwaliteit laag. Dat ligt aan Twitch bitrate, wat niet hoger kan, jongens. Dus dan weet je dat. Alright, ik stem op bier. Dat is wel lekker. Maar dankjewel, man. Thanks voor je donatie. Oh. Kan ik nog mensen inhalen? Nee, niet meer. Mijn game loopt vast. Maakt niet uit. Even kijken. Nou, lekker gedaan. Mijn game ook. Ja. Mijn game is gecrashed. Ja, bij iedereen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb een laag scherm. De game... wanneer is deze game opgenomen? Ja, ik denk in het jaar 1800 dan. Maar dit is wel live nu, dus dan zou nu het jaar 1800 zijn. Dit is een aparte... ja, dit is een aparte wending. Ja. Mijn game is in ieder geval. Nee, ik ben niemand. Niemand. Nou, dat wordt Phasmophobia. Heb ik niet gestaan. Lekker geluid. Ja, wel mooi hè, dat je die auto nog zo hoort. Skurn. Ben er net bij. Dit is ook goed kak. Ja, hardstyle, doe jij weer. Doe jouw crash de game. Alt F4. Werkt niet. Wat is het? Mijn taakbeheer. Een taakbeheer. Een plek onder de zon. Control Shift is game. Boeren dan maar. Oh, we kunnen even op de boerderij kiezen. Ja. Nee, die doet het niet. Wat? Maak je maar weer gedowngrade of niet, Rob? Hij is bezig met de downgrade. Hij is bezig met de downgrade. Oh ja, joh. Oké, brandweer. Of golven. We kunnen al een potje golven. Oh ja. Golf it. Ja, doen we. Heb ik die... Golf it, ja. We gonna race. En golf. Zo, die titel is lekker, joh. Brandweer. Alright, here we go. En dan moet ik even zoeken naar Golfit. Wanneer hebben we dat voor het laatst gespeeld, joh? Hele lange tijd geleden. Golfit, februari. Nou, dat is niet al lang geleden. Valt mee. Ik kijk je gewoon alweer 7 jaar. Deze tijd gaat snel. Ja, de tijd gaat veel snel. Het is eigenlijk gewoon niet leuk. Het is eigenlijk gewoon een beetje om te janken. Game crash, altijd waar je snel uitstylen. Ja. ik ben wel eerst in de playlist nu. Brandoes, hebben we niet kunnen zien. Helaas, jammer, geen bewijs. Volgens mij is brandweer naar zijn werk toe. Brandweer naar zijn werk? Ja. Oh, dan sleep ik wel een AFK. Even kijken hoor. Golfit. We moeten mappen kijken. Ik heb dit spel 33 uur gespeeld. Why? Workshop, even kijken naar leuke dingen. Ja, ik mag meteen maar 2 servers alleen. Nee, het is niet hardstylen denk ik hoor jongens. No bij worries. Mij 4. Golfit Hard en Funny Holes 19. Skyblock It. Nou, dat klinkt leuk. Dat ziet er als een leuke. Nice. Dan heb ik er 3 online nu. En wat is net op mijn farming server dit doet. Ja, we hebben nou Golfit, Rob. We kunnen niet veranderen meer. Voor de mensen die mee willen doen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 is het wachtwoord. Public. Players Infinity. Oké. Select map. Random, Skyblock. Host. Nou. Het favoriete spelletje van Rob ook. Dit kunnen we spelen. Tick rate doen we even hoog, dat is leuk. Auto scoreboard vind ik wel fijn. Server is... Moet hem wel nog even op je stream zitten. Oh, hij staat niet op mijn stream? Hey, jongens, wat is deze game nou? Wordt niet eens automatisch gecaptured, man. Error, trying to download map. Nee, dat gaat lekker. Rustig op, het komt goed. Als ik een error zie, dan raak ik dat snap ik wel. Krijg. Oh, ik moet eerst het oude wachtwoord weghalen en ik een nieuwe wachtwoord in. We zien alleen nog niks. Nu wel! Haha, we konden geen scene swap doen. Nee, dat kan niet. Oh, hi, C6. Oh, Hugo, nee, zei ik niet. Oh, ik heb gezien. Je stond eerste. Oké, dan was Brandus eerste. Ben je vrijdag ook live? Dan ben ik de hele dag in de Efteling. Dus jij wil dat ik live ga als jij de hele dag in de Efteling zit. Top. Nee, Niels is de vrijdagjager, dus ik kan niet live. Paswoord is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Wat graag meegedaan met dit spel niet. Oh, je hebt het spel niet. Nee, dat is lastig. Wat Terminator zegt is het wachtwoord. Gaat u golven? Ger. Oh yeah. Hoe heet dit spel? Golf It. Staat in de titel. Wallet left the server. Rob, why are you leaving, man? Error, hè? Why, Rob? Ja, don't ask, can you join again, Rob? We're missing you, man. Als de laatste plek bezet is, dan gooi ik je eruit voor Rob. Ik zeg het wel even eerlijk alvast. Nee, hoeft niet. Ja, zeker wel, Rob. Join. Nee, hoor. Je hebt toch Infinity spelen? Nee, want dan kan ik tenminste mooi verder met de farming surf. Nee, gewoon join erop. We doen het allemaal voor jou. We doen het allemaal voor jou, Rob. Anders was ik al gestopt, dat weet je. Ben je erin? Stop, join the surf. Ja, ik zie hem. Oké, okay, ready up, bitches. Ik zou netjes blijven. Ja, dat. Ready up, boys. Hebben we girls erin? Nee. Sam, je hebt wel een beetje... Je moet wel heel hard scheiden of zo op je plaatje. Ja, jullie kunnen het niet zien, maar het is... Best wel schrikkelijk. Ja, ready up, jongens. Hop, ready up. Toekomst, ready up. Oké, daar zijn we. Oh, dat begint al leuk. Nou, loopinkje toch. Ik ga wel gewoon als eerst. Ik ben de moeilijkste niet. Oh, dat is... Oh, ja, oh, iemand valt ernaast. Oh, nee, ik val er net niet naast. Nee! Oh, kak. Nee, wat doe ik nou? Dit is verschrikkelijk. Stop nou. Bal. Balhaar. Stop. Oh, nee. Ah, wie beukt mij er nou af? Vette curryworst. Monkey. Was ik niet bij. Ai, ai, ai. Je moet op F drukken, hè? Dan reset je bij het laatste punt wordt. Wauw, toekomstgamer die tikt hem er even in, hoor. Nou, daar gingen al mijn strokes. Oh, ik zat lekker op de laatste plaat. Oh, ik heb hem gesaved hier. Ik krijg er bijna een stroke van. Dit is Golf It. La la la, ja la la, la la la, de hardball. Oeh, dat was wel heel hard. Hole in one. Oh, geen hole in one, of course. Ja, wat is dit nou? Ik lig op de rand, man. Nou ja, ik ga voor twee keer. Voordat het fout gaat. Parretje, een parretje. Danny, dankjewel voor je 2 maanden sub. It's Danny. Thank you so much. Mag ik even een welkompje in de chat voor Danny? Hij is al 2 maanden bij, daar niet van, maar toch. Bakken worden, 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 bakken worden. Toekomst Gamers internet is ook fantastisch. Niels, dankjewel voor je donatie, jongen. Nou, dit gaat lekker. Oh, wat is er aan de hand, jongen? Laadklep verrot bij een adres met 10 karren van 1000 kilo per stuk. Dramatisch. Hey, je hebt toch wel spierballen, jongen. Gewoon even zo tillen. Er komt Gamer die blijft even vallen. Dat kun jij. Nou, wens even allemaal Niels succes met zijn werk. Want die heeft een kakdag vandaag, als ik het zo hoor. 1000 kilo per stuk. Dus die moet je al die karretjes per hand los gaan uitladen of zo. Dat is verschrikkelijk, man. Thijs, ik doe elke week GTA Races live, ja. Krijg je dat nou weer van meneer? Totdat de game crasht. En dan doen we weer wat anders. That's how we roll. Nou, hebben we goed gedaan, Rob. Je staat eerste. Hij wou niet meedoen, maar hij staat nu gewoon eerste, die man, hè. Hoe is het daar, Mark? Nou, goed. Ja? Ja, wel veilig. Oké. Okay. Het is wel bewust druk. Bewust druk? Ja. Is dat bewust zo? Ja, dat is bewust zo. Doet hij bewust zo? Hey, 1-2. Oh. Ja, kakzooi! Ja, ik spring eruit, inderdaad. Ik beland tegelijk in, kat groeien. Ah, ik had pech, joh. Ja, ik had ook de goede. Het lijkt op Golf Friends, ja. Maar is net wat beter, deze. Waarschijnlijk 1,5 uur wachten op de service. Pff. Nou, lekker dan. Ja, die krijgen een tikkie. En dan ben je hier. En dan kun je weer opnieuw. That's nice. Lekker bezig. Oh yeah. Lekker goalstreampje. Nou, zo is dat, Danny. Dankjewel voor je support, man. En Niels, jij ook dankjewel. Ah, Sam heeft hem gekregen. En hardstyle. Hardstyle is een beetje aan het moeilijk doen, hoor. Ik kan het weer opnieuw doen. Daar gaat hij. 1, 2. Ik sta nu gedeelde laatste hoppa! Plaats. Hoppa! Hij valt weer in de eerste, hoor. Dat doet hij goed, hoor, die hardstyle. Hoe gaat het, gasten? Ja, gaat lekker, man. Oh ja, ik moest nog laten zien met het dartboard. Nou ja, komt wel dan. Oh. Oh ja.
Oh ja. Ja. Nice gedaan. En eruit. Hey, ja, ja. Ik wou net zeggen, dan hebben we naast. Prachtig gedaan, Hardstyle. Niet te geloven. Rob staat nog steeds bovenaan. Brendo staat tweede met cheats. Ik vertrouw dit hele baantje niet. Maar... Nee, dat zou ik ook niet doen. Ik weet niet of ik in de laatste moet, maar ik ga het wel proberen. Ja, moet je in. Oh, heb jij hem in één keer, Mark? Ik heb hem in twee keer. Ja. Als je de middelste dat... hebt, dan had je hem ook... Ah, dat meen je niet, Mark! Vet zak stront dat je bent. Nou ja, maakt niet uit, Mark. Je hebt het goed gedaan. Oh, je hebt... Oké. Als je de middelste had gehad, had je hem... Ja, ik heb hem nu in vijf keer moeten doen. Oh, we staan gedeeld, staan wij met z'n allen, hoeveel is de plek? Is dit... Oh, groepje, je krijgt bonkje. Staan we allemaal eerst, hè? Oh, wat een geluid. Hey, we staan met Ja, allemaal 15. Met z'n maar je staat wel bovenaan, dat doen we wel goed. Nee, Mark staat er boven. Barbecue burger, lekker. Ik heb vandaag ook een kip barbecue burger op. Heerlijk. We kunnen Farming niet joinen, zie ik. Nee, Brendo, sorry man. Dus je moet een keer golf hit doen. Jammer, hè? Verschrikkelijk jammer. Ah, je kunt de farming server als het goed is weer joinen met de oude versie, dus niet updaten. Ah, nice. That's good. Maar even over de dartstream. Oh, we moeten in... Ah, dit wordt sowieso... Een moeilijke? Hole in 600. Ah, ik tik iemand aan. Oh, je hoeft erin. Oh, je hoeft daar niet in, oké. Oh! Ik pak de normale route. Oh, ik krijg de turbo en ik klik erin af. Lekker, Jeroen. En ik dacht, Turbo die bevalt me niet. Hey, Mark. Ah, lul! Ah, wat een kaklul! Ik haat Mark echt, jongens. Echt altijd cheaten, die jongen. Hij zit erop. Zo'n hacker, die Mark. Vuile cheater, die Mark. Gatsie, Darry. Mark, ik ga gewoon kotsen op je pot. Dat ik zie iedereen hier ook elkaar gewoon kaart wegketsen. Ja, ik wou net zeggen, ik word alle kanten op de ket. Ah! Ik heb een heuveltje in de baan. Vuile, vieze, smerige zwijnhonden allemaal! Oh! Je had hem ook heel snel kunnen... Ah, jammer, Hardstyler! Jammer! Ik heb altijd pech in mijn leven, Mark. Ik haat je. Zo, toekomst. Wat heb jij in? Ja, jongen. Die internetverbindingen van toekomst is niet helemaal... cordon bleu. Mark? Wat? Dit is niet goed voor mijn bloeddruk, dus ik ga echt wraak nemen op jou. 30 april. Mark, heb je al zin in 30 april? Ik ben bij mij 4 momenteel. Kom maar op. Schiet dan toekomst. Goed zo. Oh, de nalen die dingetje. Tap, kun je het scorebord zien. Ik wou net zeggen... Nou, Brandweer heeft hem erin, jongens. Goed gedaan. Brandweer? Antidepressieve nodig? Nee. Ik ben niet depressief, gelukkig. Hebbes. Ja, nee. Mark had hem weer, hoor, met zijn dikke lul. Mark is een zweet. Hij heeft is een cheater, die Mark, gewoon. Het was geen hole in one, het was een 2. Hole in 2. Kan die dikke paardenlul even hiervoor weg? Je bent een zweetje, Mark. Hé, Rob, jij ook niet. Ja, er staat een boom in de weg. Hoe kun je daar tussendoor? Je kan ook eromheen, hè? Nee, je moet... In dat tonnetje is een hole-in-one. In dat tonnetje. Ja, maar daarachter heb je dat een tonnetje. Ja, het is goed. Het is goed met jullie hole-in-one. Hier, hoppa. Hole-in 46. Een triple bok. Nou, toekomstgamer opbokken met een kakballetje. Ach, tuurlijk. Tuurlijk. Kunnen we Mark tuurlijk, dit gaat goed. Dit gaat leuk. Kijk, er komt. Die moet even hem die los. Welke paardenlul beurt me? Ai, ai, ai. Ik zie hier zijn IP-adres staan, nou eens op dus met dat kan beuken. Het niet of doen. Doe maar niet. Zo. Ik weet dat KPN-modem daar heel kwetsbaar voor zijn. Ik ga even tussen, groetjes, ik ga je missen.
Ai, ai, ai. Ja, je bent niet goed. Dat is niet goed voor de bloeddruk, dit spel eigenlijk, nee. Maar als het goed gaat, dan is het wel leuk. Ja, yo, Speedy. How you doing, man? Hoe gaat het leven? En heel succes daar. Oeh, even toekomst nog maar 5 strokes. Oké, 6 strokes nu. Maar... Ja, ja. Ja, maar hij moet wachten, hè? Ja, hij wacht dat nog een half jaar. Wat is hij aan het doen? Dat weet niemand. Wacht tot zijn bal stil ligt. Ja, en dan gaat hij hem zo'n klein tikje geven. Iets harder. Heb je nog een muis met een balletje of zo, toekomstgamer? Ja, dat is het balletje wat er ligt. Jeetje mine, man. Toekomstgamer is niet goed met balletjes. Mark daarentegen wel. Ja. Jij bent goed in ballen toch, Mark? Je staat eerste. Ja, ja, dan kun jij maar niet zeggen dat je niet goed bent met ballen. Nou, hardstylen als maar een beetje op een leuke manier blijft. Niet constant. Alright, here we go. Moet nog een Mark gaan beuken? Ja. Nee, Mark staat eerste, dus die verdient dat wel. Oh, je moet niet te hard. Of wel te hard, ligt er net aan. Ik kan een hollymoon krijgen. Ik vind het allemaal goed met jullie hoofden. Oké, Rob, iets aan de kant? Ja, ik... Ik ga naar een heel ander veld. Even doorballetje, kom op, man. Ik help je wel. Ja, nee. Ik weet wat jullie gaan doen. Jullie gaan keihard doen. Ik ga lekker hem erin leggen. Dat is goed met mij. Het is helemaal goed met jullie. Chromo, ik ben er weer. Hey, Tijn, jij wou die kanaalpunten, maar dat wordt niks zo, hè? Dat wordt helemaal niks zo. Dat wordt waardeloos, dit. Dat wordt helemaal niks. Oh, yes. Yes. Mark, hoeveelste sta jij met je vlek? Ik ga nu het holletje in. Het holletje in. 10 keer over gedaan? 9? 9. Jeetje, man. Wat ben je aan het doen dan? Ik had hem in 4 keer. Yo. Mark, dikke Pentium 4 processor die je bent. Oh, Rob, ligt even Rob, waarom zo hard? Dat is een klein loopingje. Ja, terug op de grind. Oké, heel goed. Gaat goed. Ja, maar je moet hem nu nog wel schijnen. Ja, hij is heel makkelijk. Gaan zachtjes. Factor geest. Lekker op, goed gedaan, man. Yes, daar kan je opa Rob, je maakt me gek. Zo, hij is... Ik wil onderaan eindigen. Nou, dan kunnen we nog even een half uurtje kijken. Ja, dat is echt verschrikkelijk dit. Wat ben je aan het doen, man, toekomstgamer? Ja, we doen dit lang. Ik weet niet wat je aan de man. Ik heb serieus voor zo'n melding van Twitch dat je live bent. Ja. Ik word echt genaaid dat de Twitch en YouTubers niet te geloven. Dat willen jullie niet weten. Dankjewel, Tijn. Thanks, man. De stream is supergezellig. Daan, ik ben blij dat je dit leuker vindt dan anno 1800. Maar we gaan binnenkort nog wel een keer 1800 doen. Mark gaat wel heel graag het holletje in, hè? Oh, Mark houdt van holletjes. Maar niet, Mark. Oh, God. Niet? Nou, volgens mij wel. Ik denk het wel. Nou, dit gaat goed. Ik sta eerste. Nice. Ja. Zit in een kanon. Nee, moet ik een kanon mikken dan? Je hebt een wall ride hier, of niet? Hole in one. Oh. Hole in one? Wat moet je doen dan? Ja, in het kanon en dan gewoon richten naar het vlaggetje en dan is het tiki-taki tsunami. Lekker. Ik pomp hem er gewoon in. In 4 keer. Ik doe wel gewoon wat rustiger. Maar Mark, hoeveel heb jij hem? 4 keer. Ik zat achter je. Ja, lekker Mark. Je zit gewoon mij na te doen, hè? Oh, dat lijkt me hey, die Sam, hè? Die Sam met die lelijke kop, zeg maar. Die van die vrouw. Ja. Dat is niet Sam zelf. Die staat bovenaan. Die moeten we even aanpakken, die gast. Hij staat nu bovenop de kanon. Oh, dat is goed. Dan is hij nog niet bovenaan. Ik dacht dat hij wel had, weet je wel. Chromo, wil je eens horen wat mij is overkomen? Nou, vertel. Je hebt hem voldoende gehaald voor een toets. Niet te geloven. Chromo, YouTube en Twitch wil je gewoon niet. Nee, dat is het, hè. Dat is het gewoon. Je kunt nu niet meer mee met golfje doen. Dan had je net moeten joinen. En daar gaat Sam. Sam. En nog Sam. Een keer. Ja, hij Sam! Misschien niet meer. Hij had goede score, maar hij staat niet. Ja, beetje... Sam die is terug aan het. Ik wil de kant op. We gaan Mark even inmaken, Rob. Hoogte. We gaan Mark nu inmaken. Ik sta nog op gelijk. Ja, we gaan inmaken nu. Oh, we hebben een toekomstgamer. Oh nee, we moeten nog wachten op toekomstgamer natuurlijk. Die trage viool. F, toekomstgamer, als je door de grond valt. Gewoon F indrukken als je mis hebt.
Ja, schiet hem in het huisje. Van mijn part tegen de bord die daar speciaal voor op is gehangen. Oh. Yo, ik schoot hem nou, tegen ga dan het, dit doen. Dit, oh, jongen. Ik schoot hem tegen dat bord daar boven. Ja, dat deed ik ook. Maar toen je tussen het muurtje en het huisje. Sam die is niet blij. Nee, dat snap ik. Toekomstgamer, dit was een beetje zacht. Schiet hem alsjeblieft tegen dat bord aan, Toekomstgamer. Yes. Lekker. En dan gaat de achter. Ja, dus ook. Schiet hem tegen het hout van het huisje aan, Toekomstgamer. En dat 10 seconden, ja. Oh my dikke loemp. Ik ga de volgende keer de tijd op 1 minuut zetten. Oh, dat komt niet op mij. Nee, 2 minuten 30. Back to the sound, back to the sound. Let's go. Nou, Mark. Ik hoop dat je kop in een stuk stront valt en dat je gewoon wint. Hallo. Wie dit? Mark! Nee, ik was dat niet. Hebben sommigen hem al gehaald? Nee. Ik krijg weer een pomp van een gast, jongen. Weet niet meer. Ja, van een Brindus. Mark, wou maar weer beuken. Ik zag je wel. Ik vind hem vier keer. Ik deed niks. Ik heb nog niet eens geslagen. Vier keer vind ik prima. Ja. Ik ben ook tevreden. Brindus, je ging heel hard, maar je hebt het gedaan. Vier keer, ik ben hoe tevreden. Hoe heb jij met twee? Mark! Hardstarter, Rob is nog bezig. Zij, hoe heb jij met... Oh, je bent nog bezig. Toekomstgamer! Ik denk fuck heb jij met twee? Oh, Mark, jammer, jongen! Hardstyle. Mark, je bent weer helemaal terug. Ja, maar dan ga je niet redden, hoor, Rob. Mark, je kan dit. Denk aan de wortels van je broer. Denk aan de wortel van je broer, Mark. Hoppa. Mijn scherm was dat echt onmogelijk. Mark, denk aan de wortel van je broer. Ja, hardstyle, zo is het goed. Goedenavond. Wat zie je er weer goed uit, dankjewel. Thanks. Oh, krijg rode wangetjes. Ik was naar een show van zo'n waarzegster en die zei, u zult lopen. Nou, en ik vraag dus, waarom? En zij zegt nog luider, u zult lopen. Is die show voorbij? Kom ik buiten en wat denk je? Ja, je liep. Je was aan het lopen. Dat was een goede waarzegster. Mark? 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 Ja? Ik hoorde je niet. Zelfs Toekomstgamer is voor jou geëindigd, Mark. Mark, niet zo zweten. Hi. Oh, deze balk is echt gevaarlijk. Oké, okay, laat mij even uitrollen, jongens. Jongens. Ik ga het proberen, oké? Okay? Oké, okay, Brendus, ik ga aan de kant. Oh my dikke vinvis klappende klaplongen. Oh, ja, kom op, rol door. Kan iemand maar een klein tikje geven? Wat? Iemand traakt mij! Brendus, achter je, bam. Oké, okay, een klein tikje, Brendus, dan help je me echt goed. Ik tik hem dan aan de kant op, Brandus. Ja. Maakt niet uit, respawn ik gewoon weer hier. I don't give a shit. Jullie blijven wel een beetje shaken. Ik moet even bijdrukken. Wat, dan ben ik helemaal hier? Gadverdarrie. Ja, omdat jij niet even stilwezen liggen. Ja, die toekomstgamer die rolt langzaam naar mij toe. Ja. He, is het niet in Minecraft? Is het wel weer hier dat hij tegen me aan gaat liggen? Toekomstgamer, alsjeblieft, schiet je weg. Ik hier lekker gezellig bij elkaar. Nee. Ik weet niet, Samgame, zal ik eerst. Ah, kak! Dit dacht ik al. Okay, wacht even. Oeh, oud. Niet te geloven, dit jongens, gatsidari. Ik drink een lekker glaasje hemelworst, hartstikke lekker. Ga je laten dopen? Nee. Sorry, Tijn, wilde eigenlijk niet de credits, maar ik dacht. Dat je niet meer zou worden, hè? De credits? Nee, mijn scooter gejat. Oh, je moest lopen. Ja, daar moest je lopen. Ja, nee, dan een goede waarzegster. Wat een goede grap. Oh, je moet best hard. Hey Mark. Ik hoe is het, hard, bonkenwortel? Sorry. Mark, ga even door. Hey Rob, jij ook hier? Ja, man. Oh, maak dit voor mijn neus, dat vind ik niet te fijn. Come on! Yes! Twee keer. Let's go. Eindelijk gewoon. Lekker birdie. Lekker birdie. Mark, rustig aan. Heb je ook een birdie, Mark? En iedereen komt erin, behalve... Nee, ook. Rob. Yes! Niks doen. Nee, Mark. Rob, nee, niet doen. Nee, help ze nou niet. Ik ben er binnen. Zit erin. Ai. Dankjewel, man. Ik zag er mij toegang. Als je nu gaat bewegen... Een bonk veren, denk ik, Tijn.
Ja. Ja, dan blijven ze liggen. Hé, hey, ik sta eerste. Ja, samen met Rob. Op toekomst. Hé, hey, opa Rob en... 46, oh. Zo oud al? Ik dacht, 42 was Rob. Ja... Hij is Johnny in dan meer mensen, leuven. Sesamzaad, ah ja, natuurlijk. De uiterkom, die ken ik. Beetje aan het winnen? Oh, ja, ik probeer te winnen. Ah, dit is een makkie. Allee. Op, Wim. Ja, toekomstgamer, die glitst er gewoon langs op. Oh. Ik wou net zeggen, ik werd door iemand geraakt. Oh, kak! Oh, ik ga ik dacht een all-in-one, maar nee. Ai, ai, ai! Brandoes, dat meen je niet! Ja, komt Mark ook nog even bij vliegen als een of andere reutelkeutel. Nou, weer een twee keer, we doen het goed. Mark, hoeveel heb jij erover gedaan? Ah. Drie. Ik heb vier keer. Net even niet. Ach, Robbie, hoeveel sta jij? Hou je mond. Hé, Robbie. Wat doe jij, Rob? Oh, wat de... Rob gaat op vliegvakantie vandaag, dat is leuk. Ja. Echt ik denk de zon. Twee kruisen. Oh, hallo. Rob, iets zachtjes, man. Je hoeft heel zachtjes te doen. Rob, heel zachtjes. Doe je dat bij je vrouw ook zo hard? Hey. Rob, je gaat je... Nee, zegt hij. Rob, wat doe je nou? Rob, rustig aan. Niet zo rustig, Rob. Rob, ietsjes hadden... Een stuk... Rob, Rob! Heel te hard. Man, ik heb medelijden met je vrouw. Nee, iets zachter, Rob. Oké, okay. Iets harder, Rob. Bam! Au. Oké, okay, kom op. Rob, dat is... Van tweede plek naar laatste plek. Yeah! Matua is back. Thank you very much for your bits, man. Lekker, Rob. Nou, Rob, je kunt nog best een comeback maken. Mark doet ook wel eens zoiets. Ah, je pot voor... Ik heb een paal voor mijn neus, je kan niet zien waar ik naartoe ben. Hallo. Hey, Malik. Jo! Ik speel hier te safe, denk ik. Oké, ik moet snel zijn, er komen alle verderries aan. Maar weet je, Mark staat achter mij en als die er ook vier over doen, is het goed. Oh, Mark doet er met vijf keer over. Oh, Rob. Maar oh, weer eentje uitgelopen, Mark. Rijfde. Niet te hard, Rob. Niet te hard, Rob. Rob, niet te zacht. Oké, Rob, ga door. Oké, Brandoes, laat maar eens even die klaplong uitlaten van je pompen. Nou, dat deed je goed. Dat was een mooi schot. Ik rook niet, ik drink niet, ik scheld niet. Ik geef je mijn sigaret, valt in mijn bier. Ja. Oh, shit. Oh, wat was dit dan? Ik raak iemand. Wat is dit voor baan? Kak, man. Trek je tarp. Ik flikker even naast de baan, joh. Dus precies bij het holletje. Ga jij maar lekker het holletje in dan. Ga jij maar lekker, ga jij maar lekker in het holletje kruipen. In vier keer, en dan doe ik het in vijf keer. Heb je die ene punt weer terug. 6-6. Mark, nee, het is niet 6-6. Jij hebt 6-6, ik heb 5-7. Ik heb 70, man. Ik heb 4. Oh, Rob. Je gaat de comeback maken, hè? Rob gaat de comeback maken. Dag Linda. Hallo, tot de ronde. De dag van de grap van de dag. Rob kan goed slaan. Ja. Rob, je mept erop los. Na een leven vol met koffie, bier en whisky heb ik water in mijn longen. En dat is bij tandenpoets zijn gebeurd. Oké. Okay. Hey Mark. Hoe is het? Kampie. Ik kom eens even bij jullie kijken hoe het hier is. Ah, jammer. Wat gebeurde daar allemaal dan? Nou, Brandoes, kom met die bolle kont. Brandoes heeft pech. Hey, monkey. Oh. Oh, nee, ik heb ook pech. Nee! 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 Oh, nee. Oh, gelukkig. Is dit een hol die ik in mag? Oh, kak! Nee. Nee. Oh, dit is nice. Ik ga weer die hol in. Oh! Nee! Nee, nee, nee. Monkey! Ik ga weer die hol in. Kak. Oh, ik zit erin. Mooi. Best keer gebeurd, maar... Ach, pot van dikke man. Oké, okay, niet te hard, niet te zacht. Kom op. Jongen! Yes! Ja. Zes keer. Mark, jij vijf. Nee. Mark weer vijf, hoor. Mark weer vijf. Nou, we gaan nu naar kijken naar toekomstgamer die hem 23 keer in het verkeerde gaatje drukt. Ik hoop dat hij dat bij zijn vriendinnetje niet doet.
Arm vriendinnetje. Chris Nader niet. Wat scheelt tussen een tandarts en een juf? De tandarts zegt mondje open en juf zegt mondje dicht. Ik als goede man en ja, gewoon vriend van mijn vriendin zegt ook wel eens mondje open, maar ook wel eens mondje dicht. Oké, nou, tot zover. Lig ik weer met een stel dikke kippenkloten hier. Erin. Ah, nee, ik ga erin langs. Oh, nee. Goed, jongens, goed mikken. Moet je goed mikken? Ja, man. Nee, wat, ik val eruit. Yep. Ja, Mark, dat wordt een DNF voor jou dan. Nee, wie bent er? Drie keer, Mark! Maar jij bent er wel in, volgens mij. Drie keer, Mark? Ik heb hem drie keer. En weet je wat er. En weet je wat er tussen het enige. Maar Mark heeft hem niet in drie keer. En mij? Nee, nee. Maar ja. Hey, wij hebben al kinderen. Ja. Dus ho, ho, kind. Eén kind. Kind, ja. Oké. Ik sta weer achter jou, Rob. Ik weet niet, maar... Ja, ik weet ook niet hoe jij het voor elkaar hebt gekregen. Ja, ik weet alle kanten op gebeten net, dus ik denk... Als we kwarktaart eten, Terminator. Ja. Ik ben single 18 jaar lang. Nou, dan heb je nog heel veel tijd om geen single meer te worden. Ga maar samen met Mark op dubbeldate bij Lang Leven de Liefde. Mark is daar dol op. Oeh, Mark gaat er. Daar gaat Mark hoor, daar gaat hij. Daar gaat hij. Mark, niet raar. Mark, wat ben je stil? Mark. Je nog één punt. Mark, hallo Mark. Mark. Rob, je staat gewoon. Vol gas. Daar weer tweede. Heel goed, Mark. Mark? Ja? Gaat goed? Ja, prima. Is dit jouw definitie van prima? Want dan gaat met mis hoor. Hij gaat er weer naar. Doe je dit bij de wc thuis ook zo, Mark? Want dan is het wel een bende. Hé, Rob, je staat gewoon weer tweede. Rob staat weer tweede. Ja. Oh, zelfs Hardstyler is er nu voorbij. Mark, nu heb je hem. Oeh. Dat was een heel zacht tikje. Ik sta nu gelijk met Mark. Maar nou. Gaat, ja. Net. Lekker, Mark, jongen. Een tikkeltje naar rechts. Nog. Oh. Dat is te hard, Mark. Rustig. Nu komt de frustraties bij Mark. Ja. Daar heeft hem, hij heeft hem. Nou, 13 keer is scheepsrecht, Mark. Not bad. Mark, mag ik even een tip geven? Ik ga nog wel boven Mark. Dat moet je niet doen. Oh, Mark. Oh, wat? Oh, Mark. Oh, nou, dit kan gewoon. Hey, Rob. Ah, wat is dit dan? Oh. Oh. Oké, hardstyle, go. Kom op, Mark, gaan. Ah, wat de freak shit, wat is dit? Oh, hallo. Kakglitch. Oh jee, zelfs toekomstgamer is ons voorbij. Oh my, jongens. Ja, het hele ding zit te glitchen, man. Ja, ik gun het je dit keer wel. Oh, raak ik ook nog weer iemand daar? Het is toch niet te geloven, dit. Wat was dat dan? Er komt die toekomstgamer 26 keer voorbij. Ja, ik zat ook al te kijken. Nee, verschrikkelijk, dit. Elke maandag is er reft. Hoi, Chromo. Begonnen met kijken. Wat doen jullie? Bram, we zijn nu aan het scooterracen. Ja. En we gaan pizza's bezorgen. Dat zijn we nu aan het doen. En daarna gaan we de pizza bezorger overvallen. Ja, daarna gaan we de pizza bezorger overvallen. Dat zijn wij. Toekomst, hoe dat geld gaat. Daarna, als we de pizza afleveren, dan... ja, dat zul je zo meteen wel zien in de game. Het spreekt voor zich als je dit ziet. Ja. Ja. Nou, de klapt erop nou iets door kinderen te zeggen? Nou, nee, ik ben net een maanvader, geloof mij. Er komt nog geen tweede. Allesbeslissende ronde. De allesbeslissende ronde, Mark. Je kunt nu gewoon een comeback maken waar je u tegen zegt. Wie raakt mij nou? Elke keer! Oh, dat is jammer. Hop. Een grote paddo. Oh, klap net tegen die rode paddo via die blauwe paddo. En wij hebben gewoon de eerste plek te pakken, jongens. We hebben de eerste plek gewoon keihard te pakken. Is het niet een GTA? Bam. Het gaat veel te hard. Nog geen tweede in. Nou ja, ooit wel een keer. Ik vind één kind al zo zielig of zo. Vind het wel leuk als er een keer een broer of zus bij komt. Hoe gaat Rob het doen? Ja, Rob die staat... Anders moet ik ze even vermaken, dat is verschrikkelijk. Ja, hij staat naast de blauwe vlog. Kunnen kijkers meedoen? Nee. Nu niet meer. Hey Rob, als je hem even vier keer nog verneukt, dan... Maak je maar een grapje.
Wanneer zit Skylines? Op YouTube. Join de Discord. Nou, Toekomst Gamer, nou, je kan het. 1, 2. Ik sta voor Mark, dus ik ben tevreden. Daar gaat hij. Nou. Wow, twee keer door de lucht. Wow, drie keer. Oh, drie keer. Oh, nog een keer Toekomst Gamer, iets harder. Of iets harder. Ja, heel goed. Deze is goed. Oh. Hou vast. Oh, jawel, dat is goed. Dit is perfect. Is goed. De lag saved hem. Ja, heel goed. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh. Bij mij is je al vier. Ja, bij mij ook. Het is even een soort... ja, het is lastig. Ja, lekker hoor. Kom, als je het tweede kind wil, wat ik zwaar afraad, dan moet je hem zo snel mogelijk nemen na je eerste kind. Dan gaan ze gelijk de puberteit in. Ja, maar die geluk heb je niet altijd. Nou, maakt mij ook niet zoveel uit. Nou, toen nog vierde plek gekomen. I can handle it. Ja, derde. Ik kom uit een gezin van vijf. Mijn vriendin komt uit een gezin van vijf. We zijn wel wat gewend. Komt de pizza maar brengen. Heb net besteld. Tijn, Mark komt rechtstreeks naar je toe met de pizza. Met eigen sausje van Mark eroverheen, hè? Lekker soort wit sausje, Mark. Toch? Een lekker knoflookje, toch? Nee, valt hem mee. Een lekker knoflookje van Mark, soort van. Drie goede redenen om 50 euro op je lul te tatoeëren. 1. Je kan lekker met geld spelen. 2. Je ziet je geld groeien. En het geeft niet als je vrouw eraan zit. Een goeie. Ja, dat is wel lekker. Ready for game capture. Dreamer. Nice. Het ziet er goed uit, dit beeld zo. Maar, ja. Dartboard. Oh ja, dartboard. Jullie willen dartboard zien? Goeie. Ik zal even dartboard laten zien. Oh, oh, oh. Eens even kijken. Dan moet ik mijn screen even capturen. Moet ik even naar een website toe gaan. Ik ga er wel vandoor, want ik moet morgen... Hey Mark, yo man. De balletjes, hè. Doeg. De balletjes. Kusjes, love you. Huh? Je had toch vakantie? Nee, nog niet. Nog twee dagen. Oké, Mark, Joab. Marco. Doei. Wat zeggen ze ook alweer? Marco. Oké, Marco. Hey. Prima. Prima, Marco. Hey, Marco, prima. Even kijken. Waar gaan we dat eens even kijken? Dartmatten, dartscorens. Dartscorens. Elektronische borden, dartborden, surroundings, verlichting, dartmatten, surroundings, scoreborden. Nice. Oké, ik ga je even snel laten zien, dus nog niet weggaan, wat ik met darten bedoel. Je hebt er twee soorten, één die is uitverkocht, dat is de pro-versie. Yo, wow. Ja, nou die is wel chill, die ring zit verder uit elkaar, die is 1500 euro. Is wat extreem duur, dat wil ik ook niet, want dan heb ik zo'n iPad erbij, die boeit mij niet, want die wil ik niet gebruiken. Ik wil deze goedkope van 869 euro. Goedkope. En er zitten dus ook die sensoren op. En je dart gewoon. En met die sensoren die houden dan bij wat je gooit. Er zit mooie verlichting in. Hangen we een cameraatje erbij. En even kijken. Kan ik nog een filmpje ergens zien of zo? Hallo, hebben jullie een filmpje? Even kijken, even zoeken hoor, naar, hoe heet het? Scolia. Dat lijkt wel een bepaalde ziekte, joh. Ah, krijg de scolia! Ah, oh nee, nu scan ik al mijn dingen. Nou, dit is de Scolia Pro. Is er een filmpje? Ik zie een filmpje en dan klik ik het filmpje aan en dan zie ik, ah, hier. Oh, boys. Introducing the new generation. Of steel darts. Nee, je moet niet op de camera gooien. Nee, dat is niet handig. Dat is niet handig. Maar als je dus dart, neemt hij de punten automatisch op. En nou zag ik nog zo'n Scolia balhaar. Even kijken hoor, dan moet ik even googlen. Scolia Home. Gewoon zo'n gast die testte dat. Gaan we even zijn video kijken. Welke paardenkeutel? Ja, kijk. What's up guys? Ik heb een neusoorbelletje. Ik ben hip en cool. Eigenlijk ben ik gewoon onnozel, want ik heb een gat in mijn neus met een dom ijzer dingetje waar een beetje snot achter zit. Maar goed, dat ga ik jullie niet vertellen, want dat vind ik hartstikke vies. Ik heb ook een baardje, omdat ik gewoon dat cool vind. Ik ben niet kaal, maar ik heb mijn haar wel kaal. Doodzonde, snap ik echt niet. Spreek uit ervaring. Hij heeft ook geen oorlel. Hij heeft geen oorlel. Hij heeft geen oren, volgens mij. Hij heeft geen oorlel, loopt ze door in zijn face. Nou, we komen hier niet om hem af te zeiken natuurlijk, hè. Dat is niet leuk. Dat is een hartstikke aardige gozer. Ik vind neus alleen neusoorbellen gewoon, dat vind ik bij een man, ja, nee, niet mijn ding, nee. Maar moet hij zelf weten, in sim niet, gaat om dat dartbord, hè? Wow, wat een rand ook. Wat dan? Ja. Hoog. Een diep bord.
Nee, er zit een rand omheen met die sensoren. En dat rode is gewoon een ring die je koopt. Ja, maar ik bedoel dat het heel hoog is, zeg maar. Hoog? Diep. Ja, heel diep. Die zwarte rand. Ja, ja, maar dat ja, komt omdat er verlichting in zit. Dat moet allemaal goed zijn. Dus je gooit... Kijk, hij gooit dat en dan tilt hij dat meteen op. Event wordt meteen afgefikt. Sorry, Event, het spijt ons. Maar, kijk, let op. Hij gaat nu darten. En dan kunnen we dus dit gewoon in beeld zetten, gewoon bij ons. Dan gaan wij darten, dus dan hebben we één beeld gewoon op ons met bier en lullen, dat ik de chat kan lezen. En een filmpje van het dartbord, zodat jullie ook kunnen zien of we een beetje in het dartbord gooien. En dan worden de punten er meteen bij opgeteld. Dat is wel handig. Ja, dat is echt nice. Dus dat is één van mijn doelen voor dit jaar. Dat lijkt me echt gaaf. En dan gewoon een beetje vrienden uitnodigen. Potje darten, streampje aan. En dan kunnen jullie ook pils erbij pakken. En dan... dat is echt maar nice. En dan doe ik dat in nou mijn schuur beneden. Heeft hij nou die ijzers van het bord eraf gehaald in verband met de telling of nee, zo? Nee, dus de ijzers zitten er gewoon op. Ja, de ring en de buitenkant. Ja, nee, dat zijn duurdere borden. Dat heb ik ook. Dat is heel dun. Oh, ja. Okay. Hij kan wel lekker gooien, zie ik. Even kijken. Ik denk dat hij ongeveer net zo goed als ik gooit. Mijn schoonvader die gooide nog een Wanedi afgelopen weekend. Die dartte voor het eerste keer mee. Gooit meteen een Wanedi. Hem kijk ik echt altijd als het om darten gaat, Chromo. Oh, dus hij is wel goed erin ook. Nou, hij legt het goed uit zo hoe dat moet. Dus dat is wel gaaf. Dus dit is even een dingetje. Dat lijkt me wel lachen om in de toekomst te gaan doen. Dus dan ga ik even versparen. En dan bonken we dat. Ja, dan doe je ding. Ja, het is een vet ding. Je kunt echt alles gewoon zien. En je kunt precies zien hoe je hebt gegooid en zo ook. Dat was een heatmap, ja. Mag wat kosten. Ja, het is een dure shit. Maar van kosten heb je hij voelt geen druk. Je kunt ook, no je pressure. Je kunt ook online gamen. Hè? Je kunt ook online game doen. Ja, dat kan ook met apps. Dus als je nog, ja, je met ja maar het is toch wel gezellig als we allemaal bij elkaar zitten. Nee, er komt geen donatiestream verder. Nee. Gewoon in de loop der tijd. Komt goed. No worries. Ik ga niet, dat komt goed. Maar dit is dus leuk, dus dat lijkt me wel een keer leuk. Ik zie het niemand in Nederland doen. Dus dan zijn we de eerste in Nederland die dit doen. Oh yeah. That's very, very nice. Dus dat gaan we in de toekomst even doen, dit dingetje fixen. Ik vind het echt wel een nice dingetje. En gratis verzending. Nou, dat mag ook wel voor die prijs. Ja, het is uniek. Weinig dartstreams gezien, nee. Ja, je ziet wel dartstreams van pro's, maar niet van gasten die gewoon pils zitten te drinken. Dom zitten te lullen. Maar Rob wil weer online. En Rob, je komt gewoon in beeld, doet een bivakmuts op, joh. Dat kan toch gewoon? Of Rob, doe een mondkapje op. En dan een pet zo. Dan ben je ook niet in beeld. Zo doen al die criminelen dat tegenwoordig. Die doen een mondkapje op en een pet zo. Dan worden ze niet in... Geen emotie willen tonen, natuurlijk. Nee, hij wil gewoon... En een zonnebril nog, ja, sorry. Ja. Ik hoop niet dat Trine nu meekijkt. Trine weet dat ik dit al heel lang wil. Ja, hadden we al, hoeveel gooi je gemiddeld? Ja, bagger. Ik gooi gemiddeld 3 pijlen. Gemiddeld gooi ik 16 pijls op een avond, daar ben ik er klaar mee. nee, ja, dat verschilt. Soms 50, een beetje... 45, een beetje 50, 45. Maar dat komt gewoon omdat ik vaak zit te kloten nog op een dubbel. Dus dan gaat het oké, en dan kom je bij de dubbel en dan is het bagger. Nee, juist, het gaat bij mij zo. Zonder bier gaat het zo en dan gaat er iets omhoog. En daarna heb ik te veel bier op en dan gaan we weer naar beneden. Maar dat zul je in de streams ook wel zien. Maar ik denk wel dat het leuke, gezellige streams worden. Althans, dat hoop ik. Mag ik hopen? Ja, mag ik hopen hè, dat het gezellig wordt. Goedenavond, Truk en Sven. We gaan er snel vandoor. Jantje komt met zijn vader met de vraag, papa, wat is een clitoris? Zijn vader die zegt, had je gisteravond bij me moeten komen? Toen lag het op het puntje van mijn tong. Nice. Ik rond de 70, soms 80 gemiddeld. Zo, dan gooi je echt wel heel lekker. Dan, ja, zoveel dart ik nou ook weer niet. Wie is je favoriete darter eigenlijk? Ja, dat wordt een B. Hoe ze dat ook gewoon zeggen op tv. Het is heel cliché, maar dat is natuurlijk Gary Anderson. Ja, maar dat is al heel lang zo. Wie? Gary Anderson.
Oh ja, ja. En ik moet ook wel zeggen dat ik die Clayton ook wel lachen vind. Die is natuurlijk de laatste tijd wat meer leuke. Maar, en Shulop stream kunnen we dan ook doen, want ik moet de stream setup daar neerzetten. Dus ik moet gewoon wat webcams daar neer gaan pleuren. En dan komt het goed. Max Verstappen is mijn favoriete darter. Ja, die prikte hem laatst heel mooi in de muur. Oh nee, dat is al lang geleden op zich. Dus dat doet hij goed. Maar jongens, ik spreek jullie zo. Dit was gezellig. Yo, yo. Dit is in ieder geval leuk. Hartstikke lachen. Oh yeah. Ik had in februari gemiddeld van 85, maar door de dubbels ging het naar 23. Dat bedoel ik maar net. Ja, dat heb ik ook wel eens die geluk. Maar ik heb het hier wel over gemiddeld over 4 legs gemiddeld, hè. Dus meer dan 4 legs. Dus niet 1 leg gemiddeld en dan zeggen van ja, dan heb ik ook wel eens 80. Maar over 4, 5 legs met uitgooien. Zeg maar, als we dan een potje first to 5 doen, dan 40, 50. Dan ga ik het proberen op stream te halen. Gaat nog niet lukken met de druk en met het lullen tussendoor. Maar kom goed. Ik vind Snakebite echt heerlijk om naar te kijken. Ik vind hem net te traag gooien, maar ik vind het wel een leuke vent. Jules zit wat beter in de pols. Ja. Was weer gezellig. Lekker mee kunnen racen. Ja, het was weer gezellig, jongens. Super bedankt voor het kijken allemaal. Tot snel. We zijn snel weer terug met een nieuwe stream. Donderdag sowieso terug. Dus zet hem in de agenda. Donderdag zijn we... Is dinsdag nu? Wat is... Is het alweer dinsdag? Gatsiedarrie, de tijd gaat hard. Donderdag zijn we weer live. En dan komt alles goed. Was lachen, geheel. Tot de volgende keer. Michael, thanks voor je support. Donderdag ETS. Misschien wel. Ja, dat is een goeie. Misschien kunnen we dat wel even doen. Dat is wel lachen. In ieder geval voor nu. Slaap lekker allemaal. Donderdag misschien een ETS'je. Kunnen we even doen. En dan zie ik jullie snel weer bij een volgende stream. Thanks voor het kijken en tot gauw. Dankjewel voor de support. Tot snel. Ik ga even inbeelden en even bekijken in de schuur hoe ik die Dutch shit ga klaarzetten. En dan ben ik snel terug met nieuwe...